Beste mensen, goedemorgen. Het is 9:30, 9:50 zelfs zie ik al. Dus hoog tijd om te gaan beginnen. Van harte welkom. Ja, en op steeds meer plekken hebben we te maken met leegstand van winkelgebieden. Door de afname van het aanbod is er op steeds meer plekken transformatie aan de orde van de dag. Dus tijdens deze online bijeenkomst verdiepen we ons in een aantal van die verschillende aanpakken. En willen ook graag met elkaar in gesprek over de kansen en de mogelijkheden die er zijn voor de transformatie. Mijn naam is Maarten Horen. Ik ben projectleider ruimte bij Platform 31. En vanuit daar werken we aan het programma Stedelijke Transformatie, waarin we gezamenlijk met een aantal gebieden in het land kijken met overheids- en marktpartijen samen naar de kansen en mogelijkheden van gebiedstransformaties. Deze bijeenkomst organiseren we samen met Kern en de Retail Agenda. Tessa Forsjan is vanuit Kern de drijvende kracht voor deze bijeenkomst. Als het goed is, kunt u haar ook zien op een van de aangegeven schermpjes. Kijk, daar komt ze ook voor bij mij in beeld. En vanuit de Retail Agenda is Marijke van Hees, voorzitter van de stuurgroep, ook aanwezig. Marijke, ik geef jou graag als allereerste het woord. Ja, Maarten, dankjewel. Heel fijn dat we samen ook deze bijeenkomst organiseren. Want je ziet wel dat er veel digitaal natuurlijk met allerlei achterbannen wordt, informatie wordt uitgewisseld. Maar als je kijkt naar Platform 31 en ook je kijkt naar Kern of je kijkt naar de Nieuwe Winkelstraat of je kijkt naar brancheorganisaties. Ze hebben allemaal zo hun eigen achterban. En het aardige van de retailagenda is dat we ook steeds pogingen doen om die partijen bij elkaar te houden. Die zitten ook in de stuurgroep. En nou, ik neem de gelegenheid inderdaad om iets te vertellen van die retailagenda. Dat hebben jullie mij ook gevraagd. En dan wil ik heel graag een paar sheets bij gebruiken. Om even met wat plaatjes vooral, niet veel tekst, te illustreren wat we aan het doen zijn. En als het goed is kan Tessa die voor mij tevoorschijn toveren. En mijn naam is al genoemd. Dat voorzitterschap van die retailagenda, dat doe ik al sinds 2015. En die retailagenda is eigenlijk geëvolueerd, zou je kunnen zeggen, van een initiatief van economische zaken om marktpartijen, overheden, vastgoed, maar ook hogescholen, adviseurs bij elkaar te brengen eigenlijk op het thema leegstand was het aanvankelijk. Er was sprake van een grote leegstand die steeds verder opliep. Digitalisering en demografie waren daar debet aan. En je zag dat in de eerste tijd van de retailagenda het accent ook lag op hoe kunnen we die leegstand bestrijden. Met ook het idee dat er wel heel veel meters uit de markt zouden moeten worden genomen. Maar dat er ook gewoon heel erg nodig was om daar ook dan goede functies voor terug te zetten. En eigenlijk te bedenken wat gaat nou eigenlijk in die gebieden gebeuren. En de noodzaak van zat hem dus in de retail en we zijn het daarom ook het initiatief een retailagenda gaan noemen. Maar we zijn de afgelopen jaar heel bewust ook de woorden duurzame en leefbare kernen daaraan gaan toevoegen. Want we hebben heel nadrukkelijk het beeld dat het misverstand niet moet zijn dat het bij de retailagenda om de retail alleen gaat. Maar dat het eigenlijk gaat om het goed en leefbaar houden van gebieden die je vaak in een kern in een dorp en ook in de grote steden en de middelgrote steden heel belangrijke sociale en maatschappelijke functie vervullen. En die functie daar is kopen en dus winkels en ook horeca in de afgelopen decennia heel belangrijk in geworden. Nu voelen we ook aan de lijve met de maatregelen nu ook weer rond COVID, ja, hoe jammer het is op het moment dat daar gaten ingeslagen worden. En hoe existentieel eigenlijk en de waarde eigenlijk van die activiteiten voor mensen eigenlijk zijn. Dat natuurlijk in combinatie met andere functies, als het gaat om bijvoorbeeld cultuur of fijne openbare ruimte, mooie plekken, goede gebouwen. Ook werken in de stad om te zorgen dat het geen dode gebieden zijn als de avondklok ingaat. Dus het is belangrijk om te benadrukken dat wij voor de komende jaren echt ook die woorden duurzame leefbare kernen steeds weer zullen noemen. Omdat de oplossingen eigenlijk zitten in een veel integralere en je zou kunnen zeggen wat holistischer benadering van de ontwikkeling van plekken waar mensen samenkomen. Tessa, mag ik de volgende sheet? Ik weet niet of ik deze zelf kan bedienen, maar onze partners... Marijke, zou je even willen checken of je camera aanstaat? Of ik zie jou in elk geval niet. Kan ook aan mij liggen hoor. Nou, ik zie mijzelf wel. Mijn camera staat ook aan. Ja. Nee, dan ligt het aan mijn... Ga door, sorry. Oké. Hebben jullie andere mensen wel? Misschien Tessa, zie jij mij wel? Even checken. Ik zie jou niet, Marijke.
Goedemorgen trouwens. Ik zie jou wel, Marijke. Ik zie jou ook. Ik heb hem nu uitgedaan en nu doe ik hem weer aan. Kijk. Dat wil soms helpen. Ja, fijn. Dank je. Oké. Als je kijkt naar het initiatief, dan zien jullie hier de sheet met alle partners van de retailagenda. Je hoeft niet allemaal langs te lopen, maar het laat ook zien dat het echt een publiek-private samenwerking is. En dat we tegelijkertijd zien, en daarom is vandaag ook belangrijk, dat er gewoon hele natuurlijke netwerken zijn die je niet altijd met deze benadering vangt. Hè. Platform 31 bijvoorbeeld of Kern hebben gewoon hun eigen grote achterbannen. En het is superbelangrijk dat we dus ook onder de titel van die deelnemers, partners van de retailagenda, ook af en toe zaken organiseren die juist via die route dan ook bij hun achterban terechtkomt. Mag ik de volgende, Tessa? Kan je mij anders ook laten besturen? Dat kan denk ik niet nu. Goed, de visie van de retailagenda is dus gericht op de veranderingen die ook in binnensteden en kernen eigenlijk aan de gang zijn. Maar die willen we graag versnellen, zodat er minder, je zou kunnen zeggen, verelendhoek plaatsvindt. En het uiteindelijk ook ervoor zorgt dat die gebieden toekomstbestendig worden. We doen dat met private en publieke partijen. En we proberen daar dus ook zeker mee bij te dragen aan de vitaliteit van de retail. Want het kan natuurlijk niet zijn dat we die teloor laten gaan. Dus dat zit zeker ook in onze missie alsnog altijd wel weer ook genoemd. Mag ik de volgende? We hebben het afgelopen jaar, sinds eigenlijk het voorjaar, gewerkt aan die visie op hoe moeten we dat nou doen, die retailagenda ook stroomlijnen. Want we zijn een netwerkorganisatie, maar je kunt natuurlijk ook niet je met alles bemoeien en ook alle kennis die er is, willen we heel graag laten rondgaan. Want dat zien we als een hele belangrijke functie, dat we eigenlijk uit die netwerken acties halen, maar ook de kennis en de goede voorbeelden heel goed met elkaar delen. En toen hebben we tegen elkaar gezegd, laten we dat dan doen in een aantal centrale deelprogramma's, zou je het inmiddels kunnen noemen. Er is een deelprogramma geformuleerd op transformatie, een deelprogramma op human capital en een deelprogramma op innovatie en digitalisering. En die hangen ook nog met elkaar samen. En daar speelt ook nog doorheen, en dat zien jullie met die grote, wat vage kring door die drie bollen, want elke bol staat voor een van die deelprogramma's. En dat gaat om duurzaamheid en circulariteit. Het is natuurlijk belangrijk dat wij vanuit de veranderopgaven die er liggen, ook de maatschappelijke opdracht die er is om te verduurzamen en daar digitalisering bij te benutten. Maar ook echt te zorgen dat we werken aan circulariteit in de gebruik van grondstoffen. Nadrukkelijk ook niet vergeten dat die dynamiek er ook nog eens een keer dwars doorheen loopt. En als je dan naar deze plaat kijkt, dan zie je links een heel klein bolletje. En dat is eigenlijk het bolletje wat we niet willen. Dat is de spookstad. Dat is wat we denken dat er gebeurt als we onvoldoende samenwerken aan die transformatie. En er eigenlijk gewoon onvoldoende maatschappelijke aandacht voor is. En we hebben om die reden ook tegen elkaar gezegd, dat maken we heel klein. Want we zijn al gewend om de afgelopen 7 jaar te werken aan die transformatie en aan die digitalisering en aan die human capital agenda. Alleen we moeten hem wellicht ook door de omstandigheden nog steviger gaan neerzetten. En zorgen dat hij in die samenwerking dus ook echt de meerwaarde van de samenwerking in de uitkomsten die er zijn naar voren komt. Nou, wat hebben we dan voor de komende tijd op onze agenda staan? Nou, als je kijkt naar die digitalisering en innovatie, dan is het superbelangrijk dat wij zien dat er heel veel mooie pilots zijn geweest. Ook in de innovatielabs, waar we als retailagenda ook aan hebben gewerkt, is er geëxperimenteerd met hoe werken MKB'ers nou met digitalisering. En we hebben eigenlijk voor de komende tijd gezegd, daar willen we mee doorgaan. Maar we willen ook nog beter leren wat als het ware de rode draad erachter is. Hoe kan die waarde van die digitalisering nou zo benut worden dat het eigenlijk ook voor consumenten en retailers zelf zichtbaar wordt welke transformatie dat eigenlijk oplevert in de communicatie onderling. Welke mogelijkheden zijn er eigenlijk om dat nog verder te verbeteren? Wat heeft dat voor effect voor businessmodellen? Wat heeft dat voor effect ook op het gedrag van consumenten? En wat heel belangrijk daarin is, kunnen wij digitalisering gebruiken, zo inrichten dat die trek naar het centrum, die trek naar die kern, eigenlijk wordt versterkt en ondersteund wordt. Dus je zou kunnen zeggen, de focus van de kern, die focust ook onze benadering van digitalisering. Dat is voor de komende tijd een heel belangrijke insteek, want we weten dat mensen natuurlijk heel veel naar internet kijken. Ja, en als je dan gaat bestellen, dan is het natuurlijk super fijn als je dat doet in relatie tot de winkels die in jouw buurt zitten en in relatie tot misschien ook wel de waarde die jij toekent aan dat centrum van jouw kern waar jij dichtbij zit. Dus belangrijk is dat daar dan functionaliteit voor moet komen die dat interessant maakt voor die consument. En wij zijn van mening dat we die nu maar heel ten dele hebben.
Het is veel gedoe en gezoek. En als je kijkt naar experimenten bijvoorbeeld in steden die een lokaal platform hebben, dan is het heel mooi om dat met subsidie van de grond te trekken. Maar als de subsidie op is, dan is het vaak moeizaam om dat nog overeind te houden. Dus digitalisering en standaardisatie zijn voor ons in dat deelprogramma een heel belangrijke insteek. En daartoe willen we ook zeker samenwerken met ICT-bedrijven die daar ook dingen in doen. Maar ook met Europese programma's kijken of we schaalgrootte kunnen bereiken op het standaardisatievraagstuk. De tweede die we aandacht geven is human capital. Kijk, je kunt heel veel transformatievraagstukken zien in fysieke zin, maar in economische en sociale zin is dat natuurlijk ook aan de gang. De medewerkers kunnen een hele andere rol spelen als ze goed zijn opgeleid en de skills, de 21st century skills hebben, dan als je dat in een klassieke retail perspectief zit van bij wijze van spreken opleidingen zoals die al heel lang fungerend zijn. Dus de moderniseren van die opleidingen, zowel voor de medewerkers, maar ook e-learnings voor de huidige ondernemers, dat is een heel belangrijke insteek. Daarvoor zijn brancheorganisaties natuurlijk ook superbelangrijk, die hun achterbannen kunnen bedienen. En met thuiswinkel.org is er ook heel hard gewerkt aan e-learnings om dat te ondersteunen. En de komende jaren zal dat doorgaan, met ook aandacht voor, je zou kunnen zeggen, de bewegingen ook van een leven lang leren. Niet iedereen die opgeleid wordt om te beginnen in de retail blijft dat het hele leven doen. Dus hoe kun je ook zorgen voor goede ondersteuning met portfolio's, met goede ondersteuning ook vanuit de samenwerking met de arbeidsmarktregio's, om de werkgelegenheidsontwikkelingen die er zijn, de kansen die dat betekent voor mensen in deze sector, waar ongeveer nog 800.000 mensen toch nog steeds werk aan hebben, direct en indirect, je toch zorgt dat de kwaliteit van die arbeidsmarkt verder verbetert. Dat het voor jongeren daardoor ook aantrekkelijk is om erin te stappen. En we uiteindelijk ook zorgen dat die modernisering als gevolg van digitalisering en vanuit ander consumentengedrag, dat zich doorvertaalt in de manier waarop eigenlijk de arbeidsmarkt en ook het ondernemerschap zich ontwikkelt in de Human Capital Agenda, ondersteunen we dat. Nou, en last but not least, en dan kom ik natuurlijk op voor deze sessie de pièce de résistance, is het vraagstuk van transformatie. We hebben al veel gedaan de afgelopen jaren. De awareness dat er een vraagstuk ligt waar publieke en private partijen aan moeten werken, die is natuurlijk groot en steeds groter geworden. Dat was bij de start van de Retail Agenda echt anders. Toen moesten we echt nog langs de wethouders gaan om te vragen om aandacht hiervoor te hebben. Dat hebben we toen ondersteund ook met het maken van retail deals. Maar nu voor de komende jaren zien we heel veel mogelijkheden in het samenwerken. Enerzijds met een cluster aan gemeenten die samen met Rotterdam een transformatietafel zijn gestart. Die nog veel intensiever van elkaar willen leren wat nou werkt en wat niet werkt. We zien ook dat de gebiedsontwikkeling heel belangrijk is en ook gebiedsafstemming op regionale schaal in samenwerking met de provincies. En het provincie Overijssel heeft daarvoor ook het initiatief genomen om samen met de provincies heel goed te kijken wat kunnen wij nou in die ondersteuning doen, zodat die transformatie ook nog wordt versneld. En ja, plat kan dat soms ook betekenen dat er heel veel geld in geïnvesteerd wordt. Maar het is ook heel belangrijk om met de expertise die er ontstaat op allerlei plekken in provincies ook anderen in de provincie te helpen. Ik denk dat ook interessant is om vandaag daarnaar te kijken, naar de voorbeelden die we krijgen. Wat kunnen we eruit leren en is er een dialoog ook mogelijk dat de provincies helpt om die kennis ook verder te trekken. En tot slot is er voor een hele belangrijke drager in die transformatieaanpak van de Retail Agenda een budget van 100 miljoen, wat de komende 4 jaar beschikbaar is om gebiedsontwikkeling in het transformatievraagstuk te stimuleren. En daarbij ook inzet te plegen van dat geld van het Rijk, waar EZK nu voor bezig is om daar de organisatie voor op te zetten om dat uit te kunnen gaan geven. En als het goed is gaat het begin volgend jaar ook van start. Daar gaat RVO de uitvoering van doen. En we hebben heel nadrukkelijk ook met economische zaken afgesproken dat de samenwerking met andere ministeries, bijvoorbeeld met Binnenlandse Zaken, op het gebied van die transformatieopgave, dat die ook echt wordt gezocht. En dat het dus niet gaat om een retailvraagstuk, maar dat het eigenlijk gaat om het versterken van die kernen. Met wonen, met werken, met andere functies. Zodat uiteindelijk dat geld van die 100 miljoen ook besteed wordt aan die zaken die niet standaard in je transformatie vanuit vastgoed mee te nemen zijn. Dus het is een kwaliteitsimpuls ook in mooie plannen,
die uiteindelijk een, zou kunnen zeggen, een niet helemaal rendabel deel hebben, maar waar de maatschappelijke noodzaak om dat uit te voeren zoals het bedacht is lokaal, om daar extra middelen voor beschikbaar te stellen. Daarvoor heeft de Economische Zaken ook een nieuwe commissie ingericht, die dan ook onafhankelijk die voorstellen kan beoordelen. En we zullen natuurlijk evalueren en vanuit de retailagenda ook goed meedenken hoe het gaat. En we zijn ook bezig om het voortraject van het maken van mooie plannen, ook met onze netwerken, nog weer extra energie in te stoppen. Ik kan daarin noemen bijvoorbeeld de Nieuwe Winkelstraat of lokaal retailbelang. En er zullen ook natuurlijk in de gemeente zelf allerlei goede professionals beschikbaar zijn om in de geest van wat we met elkaar willen ook het werk op te pakken. Ik zie er één in beeld hier vandaag, die gaat zo direct ook spreken. Dus het is denk ik heel goed dat we ons dat realiseren, dat er veel know-how is en dat we niet in een soort nieuwe waterval aanpak top-down de boel gaan neerzetten. Dat het sterk aansluit op de bestaande netwerken en het bottom-up wat we hebben gedaan. Nou, Tessa, mag ik dan de volgende sheet? Want dat is een hele plastische samenvatting eigenlijk van de drie pijlers die ik net heb toegelicht. Daar staat dus niet veel tekst bij, maar het is even een geheugensteuntje. Weten jullie dat het zo in elkaar zit? En dan ben ik denk ik al bij de laatste sheet. En dat is de sheet waarop staat dat wij een website hebben, waar we ook veel informatie natuurlijk voor de komende tijd in gaan bijhouden over wat er werkt en wat er niet werkt. En hopelijk gaan we daar met elkaar veel aan hebben. En dat ja, is heel erg afhankelijk van jullie ook, om informatie te delen. En dat staat vandaag centraal. Dus ik wens iedereen veel succes daarmee en ja, veel aandacht. En hopelijk tot echt ziens dit jaar, volgend jaar, wie weet. Ja, Marijke, dankjewel. Ja, want dat was inderdaad een punt dat we graag of deze week met u op digitale reis waren gegaan, of op reis waren gegaan langs een aantal fysieke reis, dat mogelijk is op langs een aantal verschillende gebieden in het land. Ja, dat bleek helaas toch niet mogelijk te zijn met de huidige maatregelen. Dus nou, vandaar dat we ervoor hebben gekozen om vandaag iets langer en uitgebreider met elkaar stil te staan bij een aantal verschillende ja, goede voorbeelden waar al sprake is van transformatie. We gaan zo meteen eerst naar Hengelo, samen met René Vierkant van Virus en Joop Nijenhuis van de gemeente Hengelo. Vervolgens reizen we af naar Oosterhout, waar Edgar Blokker ons meeneemt naar de bruisende binnenstad daar. En tot slot naar Rotterdam, waar Dave Meijenburg ons de aanpakken vanuit Rotterdam toelicht. En ja, dan daarbij ook ingaat op de transformatietafel die Marijke net al noemde. Ja, dan nog even een paar kleine huishoudelijke zaken. Heeft u een vraag, wilt u die dan in de chat aangeven? Dan kunnen wij ook beoordelen of het een vraag is die we op dat moment weer direct aan de spreker voorleggen. Dat we dat ja, op het eind van de toelichting van die spreker voorleggen. Of dat we dat helemaal op het einde van de sessie met elkaar bespreken. We nemen wat we al heeft gezien deze sessie op. We hebben van verschillende mensen ook de vragen gekregen of het later terug te kijken is. Wilt u niet in beeld komen, zet dan uw camera uit. Maar ja, we vinden het op zich natuurlijk wel prettig om u in beeld te hebben, zodat wij ook zien wie er aan de andere kant van de digitale vergadering zit. Ja, dit als inleiding. Dan reizen we af naar Hengelo. René, mag ik jou het woord geven en wil je dan daarbij ook je presentatie gaan delen? Ja, dat ga ik nu doen. Goedemorgen. 3, 2, 1. Kijk wat het werkt. Zo net werkte het. Ja, even. Hij is denk ik even aan het laden. Ik zie dat er een scherm ontstaat. Kijk, hij is in beeld. Ga je gang. Goed, nou, hartstikke fijn hier te zijn in deze barre tijden. Nou, wij nemen jullie heel graag mee, Joop Nijenhuis en ik, naar Hengelo. En daar hebben wij het volgende programmaatje voor onze duo-presentatie. Ik begin met iets heel korts en dan gaat Joop
jullie meenemen naar wat we dan daadwerkelijk aan het doen zijn in Hengelo. En aan het eind kom ik nog even terug op is dan de bijdrage van Virus in dat traject. Even voor de mensen die nog niet weten wie ik ben en wat ik in Hengelo doe, daar gaat ook dat stukje voor de presentatie over. Ik heb jarenlang gewerkt bij institutionele vastgoedbeleggers. De laatste jaren bij Syntrus Achmea, voordat ik in 2018 met een compagnon het bedrijf Virus ben gestart. En vanuit die beleggerstijd heb ik mij al vanaf het begin van de retailagenda sterk gemaakt voor het organiseren van CRIP. En Marijke heeft er al even iets over gezegd. Toen de tijd was het idee van heel veel mensen nog van goh, het komt wel weer goed. Terwijl wij eigenlijk al wel zagen van ja, de hoogtepunt is voorbij en de retailers staan niet meer in de rij voor alle nieuwe ontwikkelingen. En nieuwe ontwikkelingen zijn misschien best belangrijk, maar organiseer vooral de achterkant ook. Dat alles wat niet meer goed is, dat je daar iets mee gaat doen. Nou, een lange geschiedenis. Daar komen we denk ik zo ook nog wel even over te praten. En in 2018, toen wij begonnen met het bedrijf, hadden wij al wat connecties in het Hengeloze. En toen werden wij gevraagd om Hengelo te helpen. En even voor jullie heel kort, voor wie dat nog niet zo scherp op het netvlies heeft, want dat had ik toen eerlijk gezegd ook nog niet. Hengelo is best een heel grote stad, onder de rook van Enschede. 80.000 inwoners, dat zit toch echt aan de bovenkant van de middelgrote steden, waar we het al jaren over hebben van, goh, die hebben eigenlijk een probleem. Maar het feit dat het zo dicht tegen Enschede aan ligt, maakt ook dat ze toch wel een bijzondere positie inneemt. De lokale economie is eigenlijk best wel heel sterk, met veel bedrijvigheid op de bedrijfsterreinen. En in Hengelo is eigenlijk sinds de komst van een nieuwe winkelontwikkeling in de jaren 90, winkelcentrum De Brink, heel langzaam een beetje het verval ingezet. En zoals het zo vaker gaat, gaat dat langzaam en op een gegeven moment is het redelijk dramatisch. Vanaf 2018 zijn wij erbij betrokken. En wat heel belangrijk is, dat is natuurlijk ook in de retailagenda al heel vaak genoemd, dat je dat samen met de Gouden Driehoek doet. Voor wie dat nog niet weet, dat is overheid, retail en vastgoed. En inmiddels zijn wij daar ook al wat stappen verder in, dat we het hebben over de Gouden Cirkel. Want je hebt het natuurlijk niet alleen maar met deze drie partijen te maken. Ook bewoners, cultuursector en alle andere functies die gebruik maken van de binnenstad heb je erbij nodig. Ik denk dat nu al het moment is dat Joop vooral kan laten zien van wat er in de binnenstad van Hengelo allemaal aan de hand is. En dan geef ik het stokje over aan Joop en dan zal ik de knoppen bedienen. Dankjewel René. Heel kort even om mezelf te introduceren. Ik ben Joop Nijenhuis. Ik ben opdrachtgever gebiedsontwikkeling en ook programmamanager voor de binnenstad. Dat laatste is op dit moment veruit mijn belangrijkste invulling van de week. Dat doe ik vanaf 2017, dus bijna vijf jaar, begin 2017 ben ik daarmee begonnen. Wanneer je de volgende sheet doet, dan ook gelijk de aanleiding. Waarom zijn we daar nou mee bezig en waarom doen we dat op die manier? Hengelo is een middelgrote stad van 80.000 inwoners en de middelgrote steden die zijn in de afgelopen jaren het hardst getroffen met leegstand. En middelgrote steden die dicht bij een grotere stad liggen, die zijn extra hard getroffen. Hengelo ligt ongeveer 6 kilometer van mijn vorige werkgever, de gemeente Enschede. Enschede is ongeveer twee keer zo groot. Dus dan weet je dat Hengelo aan alle voorwaarden voldoet om het heel moeilijk te hebben in de binnenstad. Zoals René al zei, de leegstand liep ontzettend op. Maar dat ging wel heel geleidelijk. En het is een beetje de kikker die in het koude water zit, waar het vuurtje onder opgestookt wordt. Het duurt heel lang voordat je echt in de gaten hebt dat er een structureel probleem is. En er was op politiek heel weinig aandacht voor de binnenstad, want ach, dat ging allemaal vanzelf wel goed. En als de economie zou aantrekken, dan zou het vanzelf goed gaan. Maar toen de economie aantrok, toen werd het eigenlijk alleen nog maar nog harder slechter. Want Enschede deed het wel heel goed, omdat daar de grote keten zich
massaal vestigden. En die trokken zich eigenlijk in grote getalen terug uit middelgrote steden zoals Hengelo. Nou, we hadden ook vanaf de eind jaren 90 eigenlijk niets meer geïnvesteerd in de binnenstad. En de investeringen uit de jaren 90 werden ontzettend slecht gewaardeerd door de bezoekers van de stad en de Hengeloze bevolking. Dat uitzicht weer een hele lage waardering van de binnenstad. En ook een massale ontevredenheid, zowel bij inwoners als bij ondernemers. En dan kom je in een negatieve spiraal die steeds harder naar beneden gaat. En wat we geprobeerd hebben is om eerst maar eens diep in de spiraal te stoppen. Maar dat was wel de situatie waar we op dat moment in zaten. De krant stond elke dag, stond wel een artikel in wat er niet goed ging in de binnenstad. En als je op een verjaardag in de buurt van Hengelo was, dan was toch wel het onderwerp van gesprek hoe slecht de binnenstad van Hengelo er wel niet bij lag. En het gemeente en de binnenstadbestje was wel de volkssport nummer 1 op dat moment op verjaardagen in Hengelo. Nou, een beter moment om in te stappen en om daar wat aan te gaan doen is er niet. René, als je de volgende sheet kunt doen. Op een gegeven moment hebben wij ook binnen de gemeente geconstateerd van we kunnen het niet zelf. Maar ook binnen de gemeente is er niemand die integraal verantwoordelijk is voor die binnenstad. Iedereen is met zijn eigen dingetje bezig. En als we echt wat van die binnenstad willen maken, we willen de problemen daar serieus nemen. En nou, dat sluit wel heel erg mooi aan op ook de inleiding die Marijke van Hees gaf. Dan kun je niet aan één knopje gaan draaien en dan komt het wel goed. Je kunt niet de openbare ruimte weer mooi maken. Oh, dan is het aantrekkelijk en dan hebben we de binnenstad gered. Je kunt ook niet alleen met de ondernemers gaan praten en die helpen en dan zal het wel goed komen. Dat is echt een structureel probleem. Maar dat kun je als gemeente niet zelf doen, maar je moet in ieder geval als gemeente het integraal gaan aanpakken. Nou, daar hebben wij een programmaorganisatie voor gezet. En daar mag ik leiding aan geven. En waar we mee begonnen zijn, is echt de samenwerking met de partners opzoeken. En dat gaat niet vanzelf. En dat gaat ook niet van vandaag of morgen goed. Maar als je wel gezamenlijk het gezamenlijke doel voor ogen houdt, dan kom je er wel. En dan leer je met vallen en opstaan. En wat we wel gezegd hebben, het is echt essentieel dat wij die binnenstad integraal gaan aanpakken. Het moet aantrekkelijker worden. Mensen moeten het leuk vinden om naartoe te gaan. We willen ook meer bezoekers trekken. We willen ook meer dingen doen. Ik hoorde net Roosendaal, de bruisende binnenstad. Nou, hij moet ook weer gaan bruisen. Maar ook van evenementen, van allerlei andere zaken. Hoe trekken wij mensen op verschillende manieren naar de stad? En we doen dat samen met ondernemers. Maar ook kunnen wij de ondernemers helpen om betere ondernemers te worden. Een winkel runnen is niet meer om 9 uur de deur van slot halen en om 6 uur of vandaag om 5 uur weer op slot draaien. Daar komt veel meer bij kijken. De wereld verandert en heel veel ondernemers hebben moeite om daarin in mee te gaan. Maar ook wat kunnen wij als overheid doen? Waar zitten we met regelgeving ondernemers in de weg? En ook hoe kunnen wij ondernemers helpen ook soms om andere ondernemers weer niet lastig te vallen. Want daar waar wij die ruimte willen geven, zijn er soms weer andere ondernemers. Die mag zeggen, ja, maar nou geef je die ondernemer wel ruimte. En dat gaat ten koste van mij. Dus dat mag niet. Maar hoe krijg je nou dat samenspel goed voor elkaar? Wat we ook gezegd hebben, een binnenstad die goed functioneert, die moet ook heel erg goed bereikbaar zijn. En niet in de zin van, je moet er zo hard mogelijk doorheen kunnen. Je moet er zo snel mogelijk en zo goed mogelijk naartoe kunnen. Per auto, maar zeker ook per fiets en bij openbaar vervoer. En als je daar naartoe gaat, dan moet je ook je vervoermiddel op een goede manier kwijt kunnen, zonder dat het last geeft in de rest van de stad. Duurzaamheid en klimaat zijn eigenlijk zulke basale zaken, daar hou je per definitie rekening mee. Maar het geeft ons nou alle investeringen, geeft ons ook gelijk de mogelijkheid om daar flinke stappen te zetten. En wat we heel belangrijk toen we met het plan aan de gang gingen, wat we echt samen met partners hebben gedaan, met vertegenwoordigers van vastgoedeigenaren, vertegenwoordigers van ondernemers en onze city marketing organisatie die het beeld heeft van wat wil nou de bezoeker het liefst zien in een stad als Hengelo, hebben dit verhaal samen uitgewerkt. En daarvoor hebben we nu gezegd, nou, we gaan een heel nieuwe visie maken op de stad, want er lagen al heel veel visies.
maar er werd altijd heel veel over gepraat en nooit wat gedaan. Dus hoe kunnen wij die visies bundelen? Hoe kunnen wij die thema's die ik net benoemde daarin een plek geven? En hoe kunnen we dan ook vooral daarna aan de slag gaan? Nou, dat is hoe we begonnen zijn en dat is wat we gaan doen. En ik denk ook dat het essentieel is. Je moet ook buiten op straat wel echt kunnen voelen en zien en beleven dat er wat gebeurt. Dat ook de gemeente, maar ook de andere partijen meeners is. En de gemeente is wel echt een essentiële partij. En als die niet investeert, dan gaan de anderen ook zeker niet investeren. Tenminste, de volgende cyclus. Nou, wat willen we dan bereiken? Eigenlijk bovenaan hebben we gezegd, we zetten de bezoeker centraal. En die bezoeker die moet dan ook meer gaan, dus die moet langer verblijven, meer gaan uitgeven in de stad. Meer combinatiebezoek, horeca, culturele functies en winkelen. Al die dingen bij elkaar, die heb je nodig. Iemand gaat niet alleen naar de binnenstad om te winkelen. Ja, als je dat doet, prima. Maar probeer ook zoveel mogelijk mensen te verleiden, zo lang mogelijk in de stad te blijven. En zoveel mogelijk geld daar uit te geven. Nou, wij hadden in Hengelo een hele hoge afvloeiing. De bestedingen naar andere gebieden dan naar onze eigen binnenstad. Dus daar hebben we ook vooral op ingezet. We moeten ook compact maken. We gaan echt de winkelmeters die leeg staan echt niet vullen met nieuwe winkelmeters. Dus we hebben ook heel zwaar ingezet op de transformatie. En op duidelijkheid geven. Onze wethouder Gerard Gerrits zegt altijd, we doen wat we zeggen en we zeggen wat we doen. En nee is ook een antwoord, maar ja is ook een antwoord. Als we dingen kunnen die passen bij onze visie. Maar wij zijn wel heel duidelijk in wat we willen. En waar het wel en waar het niet gaat gebeuren. Als je dan de volgende sheet doet, René. Want het compact maken, dat is iets wat ook zelf de ondernemers al in 2015 hadden opgeschreven. Wij willen naar een compacte binnenstad. Maar als vervolgens dan ondernemers onderling moesten bepalen van wat is dan de compacte binnenstad. En dan kwamen ze nog wel uit van wat het echte kernwinkelgebied is. Dat is wat op dit plaatje donkergroen is. Maar vervolgens zei ja, maar de rest, we gaan niet zeggen dat daar op die plek winkels niet meer haalbaar zijn. Want dat zijn ook onze eigen ondernemers. Uiteindelijk hebben wij samen met Vierdes en met een aantal mensen binnen de gemeente, hebben wij dit plaatje gemaakt, het donkere. Is echt het kernwinkelgebied daar. Daar focussen we ons op de wat grotere winkels. Vinden we leegstand eigenlijk onacceptabel en willen dat zo snel mogelijk weer vullen. Dat is het autovrije gebied. Dat is echt de backbone van onze binnenstad. De binnenstad is het hele gedeelte binnen de donkerblauwe lijnen, wat de ring om het centrum is. Het lichtgroene gedeelte. Daarvan hebben we gezegd, dat zijn onze aanloopgebieden. Die zijn essentieel om het kernwinkelgebied goed te voeden. Daar zou een auto, als het kan, mag die erin. Maar als het niet kan, soms trek je daarmee juist sluipverkeer door de stad. Dan doen we het niet. Maar de auto die mag daar in het straatbeeld zijn. Wonen is op die plek op de begane grond niet gewenst. Op verdiepingsniveau graag. Maar op de begane grond niet. Maar het is niet alleen detailhandel wat daar de klok slaat. Dat zijn allerlei verschillende functies. Cultuur, dienstverlening, meer ambachten. Maar ook detailhandel, maar ook horeca die weer winkelondersteunend is. Al dat soort functies die passen heel goed in de aanloopstraten. Nou, dan hebben we een blauw gebiedje. Daar zit een boodschappencentrum. Dat zegt, nou, prima, want we willen ook naar veel meer wonen toe. Daarvoor hebben we ook een boodschappencentrum nog steeds in de binnenstad nodig. Dus dat willen we eerder versterken, maar dan wel versterken als boodschappencentrum en niet als echt een binnenstadcentrum. En het rode gebied is de horeca. En wat dan overblijft is alles wat niet gekleurd is en wat geel is. En daarvan hebben wij heel bewust gezegd, daar zien wij gewoon geen toekomst voor detailhandel. En ook eigenlijk niet voor horeca. Dus alles wat geel is, daar zien wij op toekomst, in de nabije toekomst, het winkelen niet meer gebeuren. En zullen wij actief meewerken aan andere functies, primair wonen. Gelukkig is wonen in de binnensteden weer een heel stuk aantrekkelijker geworden. En wat je nu ziet is dat in die gebieden
waar ook echt wel ondermijnende activiteiten plaatsvonden. Kappers soms er zaten waarvan je denkt, nou, die heeft echt geen belang om klanten te krijgen, maar wel om de zaken open te hebben. Horecazaken, shisha lounge schoot op een gegeven moment als paddenstoel uit de grond. En wat we nu zien, sinds wij gezegd hebben, daar zetten wij echt in op wonen, zien wij vastgoedeigenaren actief worden, ook mensen actief vastgoed opkopen, transformeren naar wonen. En nou, de eerste voorbeelden daarvan, die zijn er inmiddels en dat begint echt goed te werken. En dat zien we ook op andere fronten, dat partijen echt gaan investeren en die gaan echt mee met onze investeringen die wij doen. En als je de volgende doet. En dan zie je hier een kaartje waar wij als gemeente gaan investeren. Dat ik zeg maar, we leggen eerst de eerste jaren de nadruk op het kernwinkelgebied. Als wij zeggen, dit is ons kernwinkelgebied, dan willen wij ook dat kernwinkelgebied eruit ziet op een manier, A, dat je het beleeft, van god, dat je, ik ben in het centrum van de stad, ik ben echt in de binnenstad. Maar het moet ook een hele aantrekkelijke uitstraling krijgen, waarbij je uitgenodigd wordt om daar langer te verblijven. De achtjes en de rondjes kunt lopen die je graag wilt lopen. Nou, daar hadden we nog wel een aantal flinke opgaven te doen. We zijn begonnen met onze hoofdwinkelstraat nieuw in te geven. Ik zal er volgens zo wel plaatjes van. We zijn bezig om, dus in de jaren 80 een heel lelijk winkelcentrum, dat nu helemaal niet meer functioneert, tegen de Lambertusbasiliek aangebouwd. Dat zijn enorme basiliek in het hartje van onze stad. Eigenlijk is dat het zwaartepunt van het middelpunt van onze binnenstad. Die basiliek die blijft uiteraard staan. Dat is een fantastisch mooi gebouw. Maar de Hengelo's willen heel graag het rondje om de kerk weer kunnen lopen. En dat wordt fysiek onmogelijk gemaakt door het hele Aftanse winkelcentrum. Dat gaan we samen met de HMO, is het aangekocht en gaan we dat slopen. En we gaan dat hele gebied herinrichten. Nou, dat is alles wat je binnen de groene lijntjes ziet. Binnen de blauwe lijnen hebben we een project Lange Wemen. Heel lang was dat het enige project in de gemeente wat we zouden doen. En dat was gericht op heel veel winkelmeters toevoegen. Nou, met de kennis van nu en eigenlijk met de kennis van de afgelopen 5, 6, 7 jaar weet we al dat winkelmeters toevoegen in de stad als Hengelo echt een heel slecht idee is. En wat we daar nou gedaan hebben het afgelopen jaar, hebben we gezegd, er is een bestaand winkelcentrum. Daarvoor ligt een hele lege ruimte en die lege ruimte zal worden opgevuld met aanvullende extra winkelruimte. Nu hebben we gezegd van, als wij nou als gemeente het samen met de HMO het winkelcentrum gaan kopen, met het oogmerk om het te slopen. En we bouwen het winkelcentrum, het nieuwe wat we wel willen bouwen en daarmee ook de binnenstad afronden. Het boodschappencentrum waar ik het net over had. Dan doen we dat op de plek die nu leeg ligt. En dan kunnen we daarna nieuw bouwen op de plek waar het huidige winkelcentrum staat. Nou, dan gaat de markt nooit in acteren, want daar moeten miljoenen onrendabele top bij. Nou, daar hebben wij als gemeente de stap gezet, samen met de HMO, met financiële hulp van de provincie, om het hele winkelcentrum te kopen, zodat we die over een aantal jaren echt volledig kunnen slopen en vervangen door de woningbouw. En we zijn bezig met de rest van de hele binnenstad, de openbare ruimte, te herinrichten. Het marktplein gaat volledig op de kop, zoals bijna elk marktplein in een gemeente en in de binnenstad tegenwoordig. Nou, daar doen wij aan mee en de uitvoering is net afgelopen week begonnen. Wanneer je de volgende doet. Ja. Dat betekent dus dat we eigenlijk vanaf 2017 hebben een actieplan gemaakt. Daarin hebben we echt een heleboel acties neergezet, zowel gericht op transformatie als op het ondersteunen van ondernemers, als op hoe gaan we met elkaar om. We hebben ook het handboek aantrekkelijke binnenstad, staat hier. Dat is een heel dik handboek geworden, maar er staat precies in hoe zouden wij nou willen dat de stad zich ontwikkelt met allerlei voorbeelden en waardoor heel veel vastgoedeigenaren nou ook gebruiken, oké, de gemeente wil die kant op. Dat is voor mij helder met het handboek in de hand. Weet ik wat ik wel en wat ik niet kan. En we zijn vooral in uitvoering gegaan. Nou, ik zal wat plaatjes laten zien en daarna even wat conclusies trekken. En als je de plaatjes even doorspoelt. Dit is de nieuwe Enschedese straat. Eigenlijk de backbone van onze binnenstad.
de inrichting die je nu ziet hier, die wordt heel erg gewaardeerd. En dit was een, eigenlijk een racebaan voor fietsen die zo hard mogelijk door de stad konden. Volledig in grijs uitgevoerd zonder enige verblijfskwaliteit. En wat we gedaan hebben, we hebben weer één vloer ervan gemaakt waar de fietser te gast is. Hij is zeker welkom, nou, dat zie je, die krijgen we ook niet weg, willen we ook niet weg hebben. Maar het is niet meer het domein van de fietser om zo hard mogelijk van Bonn naar Enschede te fietsen. Of andersom, maar om op een heel aantrekkelijke manier naar de binnenstad te fietsen en daar rustig te fietsen. En de goten die je ziet, die gebruiken we ook om het hemelwater af te vangen. Daarmee doen we gelijk aan klimaatadaptatie. We hebben heel veel groen toegevoegd, waardoor het verblijfsklimaat volgt. Als je het volgende plaatje... dit is de basiliek waar ik het over had. Dit is nog de artist impression, maar in werkelijkheid is het minstens zo mooi. Die is helemaal uitgelicht. Dat was in de winterperiode altijd een hele grote donkere vlek in onze stad. Terwijl het een prachtig gebouw is. Ook, en we hebben hem zowel van binnen als van buiten aangelicht en dan van binnen... Zodanig dat je de gebrandschilderde ramen heel mooi beleeft. Dus in de avonduren en helaas is de stad vanaf 5 uur nu knap rustig. Dit is echt een pareltje in de binnenstad geworden. Waarmee de stad in zijn totaliteit aantrekkelijker wordt. De volgende graaf. Dit is het plein voor het stadhuis. Op de achtergrond ziet u het winkelcentrum... wat wij als gemeente hebben aangekocht en wat gesloopt gaat worden en de open ruimte daarvoor. Daarmee trekken we ronden we eigenlijk de binnenstad af. Daar komt het nieuwe winkelcentrum met een supermarkt en het boodschappencentrum voor de binnenstad. Volgende, René. Ja, dit is het Marktplein, wat nu een heel groot, saai, grijs plein is. Waar 2 dagen in de week wat gebeurt, omdat er dan markt wordt gehouden en 5 dagen in de week. Echt een obstakel is, ook een belemmering om nog van de ene kant naar de andere kant te lopen. We zien ook de zuidkant van de binnenstad daardoor afsterven. Ja, daar gaan we, dit is een nieuwe inrichting die nu in uitvoering is. Volgende. Nog een volgende, René. En dit is het plein achter de kerk. Daar waar je achter de kerk dat groen ziet, eigenlijk is dat nu bijna volledig volgebouwd met een... jaren 80 niet meer functionerend winkelcentrum wat grotendeels leeg staat. Die wordt dus volledig gesloopt. Daar voegen we groen en verblijfsruimte toe waarmee je eigenlijk een soort van rustpunt creëert in de binnenstad. Het parkeerterrein wat daar ligt en wat blijft is nu een enorme grote plaat asfalt die echt Oost-Europees aandoet en die krijgt hiermee een ruimte voor ongeveer veel auto parkeren en fiets parkeren erbij en groen. En daarmee ook weer klimaatadaptiviteit. René, de volgende graag. Ja, zo ziet hij er dan uit. De volgende. Dit is ons stadhuis wat eindelijk weer teruggekomen is in de binnenstad. Sinds heel veel jaar. Maar ja, helaas, het waren 6 fantastische weken. We dachten van, goh, we gaan 1 februari open, 2020. En vanaf dat moment stromen de ambtenaren ook de binnenstad in. Nou, dat gebeurde ook. En 6 weken later was het weer grotendeels leeg. De echte revenue hebben we er nog niet van kunnen plukken. Maar dat gaat zeker nog gebeuren. Het volgende graag naar mij. Dan zien we ook, dit is het plan Lange Wemer, waar ik het eerder over had. Wat we daarin zien, dus is ontzettend veel toevoegen van wonen. Want als we het hebben over de transformatie, is dat wel voor ons het sleutelwoord geweest om, en daar zijn we heel blij mee met de woningmarkt hoe die nu is. Want wij kunnen ontzettend veel wonen toevoegen aan onze binnenstad. Ik denk, als we de uitvoering van alle plannen klaar hebben, dan hebben wij in of direct tegen de binnenstad aan, hebben wij tussen de 800 en 1000 woningen toegevoegd. Maar op een schaal van Hengelo met 80.000 inwoners, is dat echt heel veel. We zien ook al dat de afgelopen 2 jaar is het aantal inwoners van de binnenstad al met 20% gestegen. En hij gaat dus het totaal aantal inwoners in de binnenstad zal echt meer dan gaan verdubbelen in de komende 10 jaar. Volgende, René. Dit zijn voorbeelden van de woonprojecten. Dit is direct aan de rand van de binnenstad. En de volgende is een oude school die tegen de binnenstad aanstaat, die niet meer nodig was.
En deze is ook getransformeerd, waarbij we ook gezegd hebben, het park was echt, lag er heel afstands bij, had geen enkele functie meer voor de binnenstad. Zoals het park opknappen en het gebouw omzetten naar wonen. Dan slaan we twee vliegen in één klap. We creëren in de binnenstad, zeker met het enorme toevoegen van het wonen, creëren een extra grote tuin in de binnenstad. Een tweede tuin. We hebben nog een ander park in de binnenstad, maar dit is een tweede tuin in de binnenstad. En we hebben een heel mooi oud schoolgebouw getransformeerd naar wonen. De volgende is het oude V&D-pand wat u hier ziet. Ook dat is de manier om leegstand te verminderen en te transformeren. Dit pand is opgekocht door een projectontwikkelaar. En zal komend jaar transformeren naar dit plan. Bijna helemaal wonen, ook op de begane grond. En van 6.500 vierkante meter leegstaande winkelruimte gaat dit naar 90 appartementen en iets van 250, 300 vierkante meter publieke functies aan het nieuwe plein. Volgens mij zijn we door de plaatjes heen. Hier zie je hoe een straat zich ontwikkelt. En waar we nu naartoe gaan is om van deze straat een woonstraat te maken. En dat is volop in uitvoering. En dat doen we heel mooi samen met private investeerders. Die kopen panden op, die transformeren ze. Wij werken mee met de vergunningprocedure en met afwijken van het bestemmingsplan. En we gaan op korte termijn de straat herinrichten, zodat die van een heel breed leeg winkelstraatprofiel naar een veel aantrekkelijker woonstraat wordt omgebouwd. En de volgende. Nou, wat betekent dit nu voor ons? We hebben de neerwaartse spiraal weer te stoppen. We hebben een veel hogere waardering over de binnenstad. Voor jullie begrippen. De algemene waardering van de Hengelo's voor de binnenstad zakte op het dieptepunt naar een 5,2. Nou, ik wil er geen wedstrijdje van maken, maar ik ken eigenlijk geen gemeente waar de eigen inwoners de binnenstad echt met een onvoldoende waarderen. We zijn intussen opgeklommen naar een 6,1 en die stijgende lijn die gaat steeds harder omhoog. Dus binnenkort gaan we weer peilen, maar ik hoop echt dat we richting de 6,5-7 aan het gaan zijn. We krijgen meer inwoners in de binnenstad en dat met snijden natuurlijk ook aan twee kanten. We krijgen ook veel meer reuring in de stad. En wat heel mooi is, voor het tweede jaar op rij is de leegstand gedaald. En dat zit op twee vlakken. We halen gewoon leegstaande panden weg, die transformeren naar wonen, waardoor op die manier leegstand verdwijnt. Maar door alle investeringen en door hernieuwd geloof en hernieuwde trots over de binnenstad zien we ook dat we heel langzaam wat aantrekkelijker worden voor ondernemers om weer in Hengelo te gaan ondernemen. Dus het aantal winkelmeters wat in gebruik is ook licht toegenomen. Dus dat is op zich een fantastische trend. En we zien nou echt massaal marktpartijen instappen van ja, Hengelo heeft het dieptepunt gehaald of gehad. En wij kunnen weer gaan investeren. Ja, wat we dus geleerd hebben is, het is een kwestie van lange adem, duidelijk zijn. En heel veel samenwerken met partijen en ook accepteren dat het af en toe niet goed gaat. En dan het uitspreken en weer verder gaan. En dat met heel veel partijen samen doen. Echt, dat is wel de enige manier om het echt te doen is het samenwerken. René, dan kan ik nou jou het woord weer geven. Ja, dankjewel Joop. Nou, ik denk wat jij eigenlijk als heel vanzelfsprekend in je verhaal hebt zitten en daardoor misschien niet zo uitlicht, is dat het eigenlijk best wel heel bijzonder is om te zien dat dit in één collegeperiode van plan tot uitvoering is aan het gaan. Dat is voor mensen die in gemeenteland werken echt bizar snel. En dat is denk ik ook de keuze die jullie aan het begin hebben gemaakt door van vele visierapporten. We gaan er niet de nieuwe maken, maar we gaan nu echt aan de slag samen met elkaar. Dat is denk ik wel de gouden formule geweest. Ook het investeringsprogramma wat daaronder ligt met serieus budget moet ook niet onvermeld blijven, want dat is ook nodig. Volgens mij ben ik eentje te ver doorgeschoten. Want
Wij zijn natuurlijk een tijdje betrokken bij dat hele programma. En ooit heeft Joop ons gevraagd van, goh, wij hebben een heel programma met allerlei pijlers. Maar wat wij merken is dat wij op het gebied van die landelijke retailers de verbinding zo slecht kunnen maken. En ik denk dat veel van jullie dat wel zullen herkennen. Want dat zit vaak op afstand ergens op een hoofdkantoor en hebben een winkel. En wij zijn vooral bezig geweest om het verhaal van die retailers op te halen. Het verhaal van retailers die in Hengelo zitten en zaten. En van retailers die er nog niet zitten. En wat een bijzonder effect daarvan is. En dat had ik mezelf van tevoren niet eens gerealiseerd. Dat je van een nummertje op een lijstje van plaatsen waar je als retailer zit. En dan stond Hengelo ergens onderaan. Opeens in beeld bent. En dat er dan opeens beelden bij Hengelo komen. Dat we hebben gesprekken gehad. En zeggen, oh ja, in Hengelo hebben we geloof ik ook nog een winkel. Zal eens even in het lijstje kijken wat hij doet. Oh, misschien moeten we daar zo langzaam maar eens weg. Dat was een beetje het beeld wat we ophalen. Maar tegelijkertijd is het dus ook frappant om te merken dat een gesprek over de stad waar een retailer of deze landelijke retailers gevestigd zijn, tot op dat moment eigenlijk nog nooit zo structureel is gevoerd op het stadsniveau. En nou, zelf heb ik veel met planmatig ontwikkelde winkelcentra gewerkt. Mijn compagnon heeft jarenlang van die winkelcentra voor heel veel beleggers beheerd. En voor ons was dat eigenlijk een eye-opener, want dat is iets wat je in één eigenarenwinkelcentra eigenlijk altijd doet om te zorgen dat het gevuld blijft. Maar op het niveau van de binnenstad, en Joop zei het al, was dat iets wat niemand eigenlijk tot zijn taak rekende. Dus ja, als het dan goed gaat, dan is het fijn. En als het niet goed gaat, wie gaat er dan mee aan de slag? Dus dat hebben wij, die handschoen hebben wij opgepakt. Jullie zagen net even de gebiedskleurtjes. Wat wij daar nog verder aan gedaan hebben is die gebiedsprofielen op deelgebiedsniveau verder geduid. Ook gericht op welke consument komt daar nu en welke aanbod zit daar nu bij. En hoe kan je dat gebiedsprofiel voor de consument versterken. Nou, daar komt al een heel simpele vraag. Wie zit het beste waar? Dus bij welke profiel pas je eigenlijk? Dat is ook een notie die opeens naar boven komt van, ja, waarom zit een retailer op een bepaalde plek in de binnenstad? Eigenlijk is dat ontstaan doordat iemand een witte vlekkenplan had voor zijn keten en op zoek was naar 300 meter in de binnenstad van Hengelo. En als er dan iets vrij kwam in een bepaald gebied dan, en het de maat voldeed, dan ging men daar zitten. En inmiddels is het besef steeds duidelijker geworden dat het er wel toe doet hoe de omgeving van jouw winkel eruit ziet, wie daar nog meer gevestigd zijn. Dus dat beeld hebben wij met die gebiedsprofielen neergezet en langs die lijn proberen wij die binnenstad ook daadwerkelijk te versterken. Dus de leegstand niet vullen zoals we dat vroeger wel deden, met een uithangbord, ik heb 300 meter wie wil, maar echt gericht op zoek naar bijpassende retailers of retailformules die zo'n straat versterken. Nou, daar komen allerlei acties uit voort van het verplaatsen van retailers. Die, en dat zie je nu ook wel spontaan ontstaan in een aantal steden in Nederland. Retailers denken, ik zat op een plek die wel aardig was, maar ik kan nu naar een plek die veel beter is. Nou, en wij begeleiden dat dus langs die lijnen van die gebiedsprofielen. En waar we nu mee bezig zijn, is ook heel nadrukkelijk het kralenrijgen. Een aantal van jullie zal dat herkennen. Ook zo'n winkelcentrum als De Brink, wat ooit in de jaren 90 is neergezet, dat is door de projectontwikkelaar gevuld met het aloude kralenrijgen. Wij spreken dan met retailers van, wil jij in deze straat gaan zitten? Want retailer A, B en C, die gaan zo meteen ook komen. En nou, dit hele fenomeen, dat zetten wij in op een stuk in de binnenstad waar nu door de afgelopen jaren zo meer dan 50% van de winkels in dat straatje leeg staat. En wij krijgen, en geen enkele makelaar krijgt op dit moment een retailer zo gek om in die leegstand te gaan zitten. Want die denkt, ja, dan moet ik in mijn eentje daar gaan zitten. Dus we hebben binnenkort het gesprek met een groot aantal retailers in Hengelo van, als jullie dat nou eens met elkaar gaan doen. Want de cijfers zijn op zich best positief om met een retailformule hier positief te draaien met 80.000 inwoners en de bezoekersaantallen die er nu liggen. En samen met elkaar kan je dat beeld in één keer neerzetten en is het risico ook vele malen kleiner. Nou, wat wij nog meer inzetten in onze aanpakken, in ieder geval willen inzetten, en corona heeft ons ook wat op achterstand gezet.
Hier en daar zie je dat in delen van binnensteden en ook in Hengelo het wat lang duurt voordat er een transformatie die je met elkaar bedenkt tot stand komt. En dat heeft er dan mee te maken dat de huidige eigenaar eigenlijk niet zo van zin is om er iets mee te doen. Of het niet kan en in heel enkel geval niet wil, maar dat er wel kansen liggen die voor de stad van belang zijn. Dus wij zijn bezig met een onderzoek van hoe kan je dat nou met een investeringsfonds voor elkaar krijgen. En dat is geen investeringsfonds waar de gemeente aan de lat staat overigens, voor degene die dat mocht denken, maar waar we gewoon beleggersgeld verzamelen om te zorgen dat er weer beweging komt. Ook daar is dus het verhaal van Hengelo heel belangrijk voor. Een andere waar we ook mee bezig waren en ik hoop dat we die straks weer op kunnen tillen, is wat we hier een Living Lab datadelen noemen. Dat bouwt voort op die gebiedsprofielen. Als je je dan wil richten op bepaalde type consument in een straat, dan heeft het zin om te gaan samenwerken als retailers in een straat. Om je gezamenlijk ook te richten op die consument. Niet alleen maar met marketing, maar misschien zelfs wel in het aanpassen van je formule gericht op de doelgroep die je daar bedient. Dat is een heel spannend traject wat we met een aantal landelijke retailers bespreken. En die daar op zich ook wel erg enthousiast over zijn. Nou, en het laatste is natuurlijk, wat ik eerder zei, die vastgoedpartijen interesseren. Al dan niet via een fonds, want het gaat alleen maar gebeuren als die vastgoedpartijen gaan investeren. En nou ja, Joop heeft het al laten zien. Er gebeuren hier dus dingen in Hengelo die we 4 jaar geleden met elkaar nou, echt wel wilden, maar nog niet voor elkaar zagen komen. Dus sentiment is echt heel erg gedraaid. En nou ja, wat heel bijzonder is om te zien, is dat dat zo snel is gebeurd. En ik denk, het is jammer dat jullie niet de plekken kunnen kijken. Dat is aan de ene kant. Dus als je de kans ziet om naar Hengelo te gaan, zou ik het zeker nog doen. Want nu kan je nog hier en daar alle grijze, saaie beelden die Joop vertelde nog zien. Maar volgend jaar is het allemaal anders. Dus je moet ook opschieten. Ja, René, dankjewel voor je toelichting. Joop, jij ook. Zou je het scherm delen willen stoppen? Ja. Dank voor jullie toelichting. En nou ja, ik zag in de chat inderdaad al een aantal opmerkingen dat het mooi is om langs te komen. En ook al een aantal mensen die aanraden om langs te komen. Even een paar vragen die ik in de chat voorbij zag komen. Ik wil er ook een paar even tot het einde bewaren. Die denk ik ook wel interessant zijn om vanuit de andere gebieden te horen. Eerst even, hebben jullie veel vastgoed in eigendom vanuit de gemeente, Joop? Nee, bijna niet. We hebben 1 of 2 pandjes in de binnenstad die op hele cruciale plekken liggen. Maar verder hebben wij geen eigendom in handen, behalve het winkelcentrum wat we gekocht hebben en ons eigen stadhuis, uiteraard. En het winkelcentrum wat we gekocht hebben, verkopen we deze maand nog weer door aan de herstructureringsmaatschappij Overijssel. Ja, nee, helder, dank. En de warenmarkten die je noemde, komt die ergens anders? Blijft die op die plek? De plaatjes zagen er vrij groen uit. Ja, daar is ontzettend op gepuzzeld. En uiteindelijk is het ons gelukt om het gebied nou zo in te richten dat we het plein echt die groene functie kunnen geven en de ruimte eromheen in kunnen richten voor de warenmarkt. Want we vinden de warenmarkt heeft echt enorm toegevoegde waarde voor de binnenstad. En de binnenstad en de warenmarkt willen we dus absoluut niet uit elkaar halen. En die komt dus helemaal om het plein heen te staan. Ja, mooi. En de mobiliteitsoplossingen die er zijn voor bewoners, ga je daar nog op een andere manier mee om? Veel auto-luw of auto-vrij lijkt het ook? Ja, kijk, ik denk dat bijna elke binnenstad in Nederland heeft auto-vrije gebieden. We zijn in Hengelo gezegend dat we een hele goede autobereikbaarheid hebben. Het is ook geen Utrecht of Rotterdam of een andere hele grote stad waarbij je kunt veroorloven om heel veel auto's te weren. Dus we willen de auto's vooral faciliteren aan de rand van de binnenstad. Daar zijn ook een aantal parkeergarages. In het land van Lange Wemen zit ook een grote nieuwe parkeergarage. Ook omdat een aantal gebieden die nu nog gebruikt worden als parkeerterrein ingevuld gaan worden met woningbouw. En die liggen direct tegen de binnenstad aan.
Maar wij zetten ook vooral in om het duurzamer en aantrekkelijker te maken om met de fiets te komen. Want wat we wel zien, dat van de Hengeloers die naar de binnenstad komt, komt 2/3 ongeveer op de fiets. Nou, dat willen we ook wel echt stimuleren. Dus ook voor fietsvoorzieningen, oplaadpunten voor fietsen, goede parkeerstallingen, bewaakte stallingen. Dus we eigenlijk pakken op die manier het hele mobiliteitsvraagstuk aan. Maar fietsen en auto's zijn wel de dominante vervoermiddelen om in de binnenstad te komen. Ja, dank. En die plannen die allemaal, of waar jullie nu aan werken, zijn dat allemaal nieuw ontwikkelde plannen of is een deel daarvan ook al wat ouder? Nou, eigenlijk is het grappige wat we gedaan hebben, dat wij oude plannen die er al lagen, uit de kast hebben gehaald. En er waren twee plannen, de ondernemers hadden in 2015 gezamenlijk een plan gemaakt, los van de gemeente. En de gemeente heeft in 2007... een heel participatietraject gedaan over wat zouden we met de binnenstad moeten doen. Maar dat hele participatietraject is geëindigd in een heel leuk document. Hengelo zit op goud. Dat is onder in de la beland en nooit meer wat mee gedaan. Maar eigenlijk wat we gedaan hebben is die twee stukken die er al lagen en de visie die daarachter zaten, die hebben we uit de la gehaald, stof eraf geblazen. En in de blender gedaan, alle goede dingen die erin stonden, verwerkt in één nieuw verhaal. En dat hebben we samen gedaan met die partners in de stad. Een aantal dingen was ook niet meer van deze tijd, want een van de uitspraken van Hengelo zit op goud, van wij zijn de winkelstad van Twente en dat willen we weer worden. Nou, dat is gewoon niet meer realistisch. En dat hebben we vervangen door, we moeten onze binnenstad compacter maken. Ja, dank. Dank. Dank voor jullie toelichtingen, Joop en René. Mooi om te zien hoe jullie in korte tijd in Hengelo zoveel transformatie en zo'n nieuwe inrichting van de hele binnenstad weten te realiseren. Dan zakken we iets af naar het zuiden, naar Oosterhout. Edgar Blokker, over de aanpak van jullie centrum daar. Mag ik jou daar het... Goedemorgen allemaal. Goedemorgen. Mijn naam is inderdaad Edgar Blokker, een opgaveleider Bruisende Binnenstad en vernieuwbouw van het gemeentehuis. Toevallig twee opgaves die we in Oosterhout ook bij elkaar hebben gebracht. Ik probeer tegelijkertijd even mijn beeld te delen. Ik ga ervan uit dat jullie dat zien. Maarten knikt volgens mij, dus... Yes. Wij zijn sinds 2015, 2016 ongeveer begonnen met de aanpak van de bruisende binnenstad. In eerste instantie met het professionaliseren van die binnenstadsmanagement. Er is al eerder gezegd vanmorgen, je kan dit soort dingen niet alleen doen. Daar heb je vastgoed, retail voor nodig, gemeentes voor nodig, etc. Dus het managen van alles wat er in die binnenstad gebeurt is in 2016 ongeveer van start gegaan. Door het oprichten van een stichting die daarmee bezig was en het aanstellen van een binnenstadsmanager. En in 2017 is een van de zaken die we hebben opgepakt het maken van een binnenstadsvisie en een detailhandelsvisie. Waar al de conclusie uiteraard werd getrokken dat Oosterhout als een van de middelgrote gemeentes in Nederland een groot probleem heeft met leegstand. Daar werden toen drie scenario's eigenlijk voor gehouden. Om te kijken van hoe zorg je nou dat die vierkante meters op termijn wat gaan verminderen. En daar is uiteindelijk de keus gekomen om het oude winkelcentrum te behouden. En overdekte stukken, waar ik straks even op terugkom, in Arendshof langzaamaan te gaan transformeren. Dus de historische stad te laten versterken. En sinds 2018 zijn we ook bezig met een BIS in Oosterhout. Die eerste heeft van 18 tot 20 gelopen. Die hebben dus net vorig jaar herstemd. En dat zijn bijna Noord-Koreaanse uitslagen in Oosterhout geweest. Want 96% van de vastgoedeigenaren en de retailers hebben voorgestemd. Dat geeft eigenlijk al aan hoe serieus er door de binnenstad aangepakt wordt over het oppakken van alle problematiek die we daar hadden. En sinds 2020, januari vorig jaar, zijn we ook begonnen met het betitelen als een opgave. Wat ook maakt dat we op managementniveau kunnen gaan sturen. Dwars door alle organisatieonderdelen in de gemeente Oosterhout heen. Om die kracht van die Oosterhoutse binnenstad weer
te versterken. Want ook dat doen we dus niet alleen maar vanuit één stukje vanuit de gemeente. Maar dat zou op heel veel vlakken binnen die gemeente een rol moeten gaan krijgen. Wat ik al zei, we zijn in eerste instantie begonnen om het gebied wat nu overdekt is in Arendshof 1 en Arendshof 2. Dat zijn winkelcentra waar Arendshof 1 al enige tijd sinds de jaren 80 gemaakt is. En Arendshof 2 eind jaren 90 erbij gekomen is door initiële ontwikkelaars. Arendshof 2 is overdekt. Nou, op dat moment dacht Arendshof 1 ook, om de strijd niet te verliezen, moeten we ook ons gaan overdekken. Dus dat betekent dat Arendshof 1 en 2 ongeveer 20.000 vierkante meter nu behelst. Een derde van de binnenstad. Wat dus nu ook afgesloten is van de binnenstad. Dus om 6 uur, inderdaad werd al gezegd, nu om 5 uur gaan de hekken dicht. En is het dus een doodstuk van je binnenstad. En linksboven op het plaatje waar nu staat Arendsplein, daar stonden twee bankgebouwen, de ABN en de Rabo. Ook die zie je steeds meer vertrekken uit centra. Zijn inmiddels leeg gekomen en de eigenaar van Arendshof 2 had het idee ook om een stuk van zijn winkelcentrum af te gaan halen. Zo'n 2000 vierkante meter, zodat ze de leegstand die ze in Arendshof 2 al hadden konden relokeren. En 2000 vierkante meter eraf en daar ook een woontoren zouden kunnen plaatsen. Op Arendsplein komen ongeveer 150, 160 woningen. Het bestemmingsplan is toevallig de afgelopen week goedgekeurd. Dus dat betekent dat we ook volgend jaar echt concreet kunnen gaan bouwen met de eerste woningen echt weer in het centrum. En tegelijkertijd zijn we ook na gaan denken van ja, in Arendshof 1 en 2, daar zou je verdere stappen moeten zetten. Arendsplein is die eerste steen die we natuurlijk in die vijver hebben gegooid. Dus ook met Arendshof 1 en 2 zal je stappen moeten maken. Arendshof 1, dat komt dus uit de jaren 80, is inmiddels al heel erg verouderd. Dus we hadden een stiekeme blik al richting Arendshof 1 dat daar de eerste transformatie zou moeten maken. En Arendshof 2 is eind jaren 90 en dat ziet er eigenlijk als een heel goed gebouw nog uit. Dus we hadden de verwachting dat dat gebouw voorlopig nog wel door kon. Zeker ook omdat Arendshof 2 op de eerste en de tweede verdieping parkeren heeft. En parkeren is zowel voor het huidige binnenstad, het gebruik van die binnenstad, belangrijk. Maar ook op het moment dat je transformaties wil gaan maken naar wonen, is het parkeren binnenstedelijk gewoon enorm belangrijk. Het lastige van Arendshof 1 is wel dat dat een VVE-constructie is. Het zijn ongeveer 52 winkels verdeeld over 26 eigenaren. Daar waar Arendshof 2 één eigenaar is. En dat maakt het daar toch ook wel weer andere kansen of makkelijker te realiseren. Uiteindelijk is het wel van belang hè, dat de gemeente regie neemt om dit soort ontwikkelen. Dus je kan heel erg afwachten tot de eigenaren van Arendshof 1 of 2 of ergens anders stappen gaan zetten. En je merkt dat in deze tijd je toch als gemeente aan het roer moet staan om die ontwikkelingen goed te laten verlopen. In 2020, wat ik al zei, zijn we begonnen ook met de opgavebruis in de binnenstad. Een van de allereerste dingen is de herijking van die detailhandelsvisie en de binnenstadsvisie. Waar hebben we het nu al over? Daar waren we in 2017, toen de binnenstadsvisie gemaakt was, we dachten dat in 2030 ongeveer 5.000 à 8.000 vierkante meter leeg zou komen te staan. Was het idee al in 2020 op basis van een nulmeting dat dat getal al gestegen zou zijn naar 13.000 à 15.000 vierkante meter in 2030. En wij benoemen expliciet 2030, want we hebben op dit moment een Oosterhout visie waar we de totale visie en alle aanpak van Oosterhout in weerspiegelen naar het jaar 2030. Een soort lange termijn visie in plaats van het continu 4 jaar vooruitkijken. Je merkt dat ook colleges daar de behoefte hebben om verder over die periode heen te kijken. Dus begin 2020, februari, hè, nou ja, allemaal wetende dat dat ongeveer een maand voor de coronacrisis was, hadden we de verwachting dat dat zou oplopen tot tussen de 13.000 en de 15.000 vierkante meter in 2030. En in 2020, toen we dus in dat februari ongeveer startten, toen hadden we op dat moment al 12.000 vierkante meter leegstand. Je ziet al die zwarte vlekken eigenlijk op de binnen in de gepositioneerd, waar het erg verdeeld is, maar zeer zeker in het overdekte gebied Arendshof 1 en Arendshof 2 er extreem veel zwarte gebieden zitten. Dus 12.000 vierkante meter al in 2020, en dat was inderdaad dus een maand voor de corona. En ja, toen we eenmaal daarmee begonnen, was het idee dat dat echt wel een behoorlijke impact zou hebben.
En zeer zeker als een soort versneller van die leegstand. En uiteindelijk is de conclusie dat we niet in 2030 al die leegstand zouden hebben, maar dat dat al eerder zou plaatsvinden, ongeveer al in 2023. Je ziet al dat zo'n impact als corona een enorme versneller is op zaken die al eerder zijn ingezet. En wij stevenen af op, worst case zeg ik maar even, 19.000 à 20.000 vierkante meter leegstand. Hè, dus een derde van de binnenstad ongeveer, die eind dit millennium leeg zou staan. Hoewel eerlijkheidsgebied ze zeggen dat corona ook positieve impact heeft op dit moment op leegstand. Hoe bijzonder dan ook. Nou, de deelgebieden die we hebben in het centrum, ook die hebben we bezien. Ook daar zie je weer dat de aanpak die we gekozen hadden om in Arendshof 1 en 2 flink in te gaan zetten, zinvol is geweest. Want die hadden een hele grote risico om verder teloor te gaan ten gevolge van die corona. En ook de Nieuwstraat is eigenlijk de verbinding tussen het kern en het Arendshof 1 en 2. Merk je als gewoon een risicogebied, daar waar je dus in moet grijpen. Ja, en toen ontstond er een andere situatie. De dag dat wij het programma van eisen van het gemeentehuis wat we wilden maken in Oosterhout op het Slotjesveld hadden laten vaststellen door de gemeenteraad, inclusief locatie, hadden wij ambtelijk een eerste overleg met een ontwikkelaar die eigenlijk bij ons kwam aan tafel om Arendshof 2 op te kopen. Arendshof 2 is het winkelcentrum wat ik net zei, 9300 vierkante meter. En deze ontwikkelaar die had eigenlijk het idee om te gaan kopen van de vorige eigenaar en hetzelfde kunstje daar weer te doen. Dus wederom 9300 vierkante meter detailhandel te houden. Hoewel die er wel inderdaad 2000 meter af wilde halen. En in hoeverre daar nog ontwikkelingen mogelijk waren. Bijvoorbeeld door een woontorentje erop te plaatsen. Die hebben we met elkaar gedeeld, een week later ongeveer, welke opties wij als gemeente zagen om extra woningen bijvoorbeeld toe te passen. En daags daarna heeft de ontwikkelaar zelfs gevraagd, misschien wel net zoals in Hengelo, om als gemeente mee te investeren. Want je merkt dat er toch ook flinke investeringen zijn voor ontwikkelaars. Uiteindelijk dachten wij ook op het moment dat je dus zelf mee gaat investeren, dan heb je ook meer regie natuurlijk op dat wat er gebeurt. Maar zou je echt regie willen hebben, dan is er eigenlijk maar één ding te doen. En dat is dus als gemeente zelf heel die winkelcentrum kopen. Dat hebben we ongeveer op 1 december aan de ontwikkelaar of aan de potentiële koper natuurlijk doorgegeven dat wij als gemeente zelf het pand wilden gaan kopen. Op dat moment hebben we natuurlijk wel een aantal opties bedacht van wat doen we daar als gemeente dan mee. Een van de opties die we hadden is te verkleinen. We hebben nog gekeken naar opties om te wonen. Dat was heel erg lastig, zeer zeker omdat het parkeren erboven zit. Het gemeentehuis hadden we natuurlijk als optie net besloten om die op Slotjesveld te realiseren. Ook daar hadden we ideeën over van zouden we het gemeentehuis niet weer naar het centrum toe kunnen gaan brengen op die locatie. Dan wel het toevoegen van bijvoorbeeld een supermarkt, wat ook wel behoorlijk wat vierkante meters toe zou kunnen voegen aan het centrum van Oosterhout. Op 5 december hebben we daarnaast ook, dat waren allemaal gesprekken die nog aan de ambtelijke tafel zou ik bijna willen zeggen plaatsvinden. Hoewel de wethouder natuurlijk op dat moment ook was bijgeschoven. De politieke check binnen de fracties in hoeverre het een potentie was om Arendshof 2 ook daadwerkelijk door de gemeente aan te kopen en welke risico's daaraan hingen. 5 en 6 december, 5e is het college daarvan verwittigd, de 6e is de gemeenteraad daarvan verwittigd. En de 14e, amper een week daarna, hebben we het college en de raad een besluit laten nemen om Arendshof 2 te kopen. En uiteraard meteen ook het krediet aan te koppelen. Het besluit om het te kopen mag een college doen, maar het beschikbaar stellen van de middelen zal ten alle tijde door de raad moeten gebeuren. En uiteindelijk wil je natuurlijk ook draagvlak voor dergelijke keuzes hebben. Wat je al ziet, dat is een hele snelle termijn geweest. En uiteindelijk heeft 17 december de ontwikkelaar, die natuurlijk een optie tot koop had bij de verkopende partij, uiteindelijk de Arendshof 2 gekocht. En na het zetten van de handtekening aan de verkopende partij gevraagd in hoeverre zij bereid waren om het pand in één keer door te verkopen aan de gemeente Oosterhout.
Dat hebben we bewust natuurlijk niet eerder gedaan, want op het moment dat je als gemeente eerder meldt dat je de behoefte hebt om pand te gaan kopen, doet dat ongetwijfeld iets met de vraagprijs. Dus het was wel een risico om het in eerste instantie door de ontwikkelaar te laten kopen, maar daardoor hebben we het uiteindelijk voor een redelijk goede prijs kunnen kopen. Daar heeft de verkopende eigenaar mee ingestemd onder één grote voorwaarde, dat het ook daadwerkelijk nog in het boekjaar 2020 zou overgedragen worden. Dus op 30 december, nou ja, voor de 2 maanden amper na het allereerste gesprek met de ontwikkelaar, waren wij eigenaar van 9300 vierkante meter winkels en 560 parkeerplaatsen in het hartje van het centrum. De grote les die we daar natuurlijk uit getrokken hebben is dat je ten alle tijde in die stad kansen moet zien, moet doorpakken en vooral lef moet tonen. En lef eigenlijk op alle vlakken, zowel ambtelijk als politiek, zijn we in staat te zijn om in een hele korte termijn kansen te zien en te pakken en door te pakken. Nou, iets dan over de aankoop zelf, Arendsoft 2. We hebben in december strategisch de aankoop gedaan. Uiteraard op dat moment nog niet gecommuniceerd welke opties we hadden. Uiteraard wel vertrouwelijk aan de raad om te kijken als onderbouwing van de aankoop. Maar daarna zijn we gaan kijken van welke opties. En de kernoptie was, is het haalbaar om in Arendsoft 2 dan ook weer het gemeentehuis te positioneren. Iets wat we 10, 20 jaar geleden ook wel eens geprobeerd hebben. Het gemeentehuis weer terug in het centrum te brengen, maar zeer zeker als je geen grondpositie hebt, dan is dat gewoon een financieel onhaalbare kaart. Dit is Arendsoft 2 op de begane grond. En uiteindelijk de eerste en de tweede verdieping zie je aan de rechterkant. Uitgangspunt daarvan was uiteraard weer die vierkante meters detailhandel verminderen, dus die 2000 meter, die gaan we er sowieso van afhalen. En de ontwikkeling die op het Arendsplein is ingezet, het bouwen van 3 woontorens met 150, 160 woningen, is voor ons een feit. En dat is ook hetgene wat de allereerste stap, en je ziet hier ook al de vergroeningsslag die we daarmee meteen kunnen gaan maken in het binnenstad, die behoorlijk versteend is natuurlijk ook de afgelopen jaren. Dan hebben we nog een zoekgebied, het restant van Arendsoft 2, waar we gaan kijken in hoeverre daar het gemeentehuis te realiseren is. En het andere hele belangrijke wat ik net al zei, het behoud van het parkeren op die eerste en de tweede verdieping. Het parkeren in het centrum is gewoon heel erg belangrijk voor het huidige, maar ook de toekomstige ontwikkelingen. En we hadden net een programma van eisen vastgesteld, wat ik al zei, in de raad van 27 oktober ook. En in hoeverre konden we dat al ook herpositioneren naar Arendsoft 2? Nou, dat hebben we uiteraard gekeken ruimtelijk. We hadden een programma van eisen en een vlekkenplan. In hoeverre is dat te realiseren in Arendsoft 2? En dat bleek eigenlijk al snel. Er zijn gewoon diverse opties waardoor met eventueel een stukje uitbreiding dan wel het veranderen van functies. Parkeren zou op de eerste verdieping bijvoorbeeld weg kunnen en op de begane grond weer gecompenseerd kunnen worden. Tal van opties om het ruimtelijk in ieder geval mogelijk te maken. Nou, ook functioneel. Er staan heel veel termen hier, maar uiteindelijk blijkt dat het functioneel ook makkelijker is. En ook technisch. Uiteraard heeft een bestaanssituatie altijd een aantal andere nadelen. Maar op circulariteit, ook een punt wat we heel erg hoog scoren in onze doen en laten, biedt het ook weer heel veel kansen. Sowieso is het toebrengen van een gemeentehuis natuurlijk midden in je centrum, biedt ook heel veel kansen. Maar daar kom ik straks nog even over terug. Nou, een van de andere punten die heel vaak benoemd was, dat Arendsoft 2, dat is nu heel erg naar binnen toegekeerd. Wat ik al zei, de hekken gaan om 6 uur dicht. Dus hoe kunnen we daar in godsnaam een gemeentehuis in maken, daar waar je een transparant en open gebeurt wil? Nou, daar moet je doorheen kunnen kijken. Uiteindelijk is de bedoeling dat we het totaal strippen en waar we aan de buitenkant weer glas en groen uiteraard aan toe kunnen voegen. Je zou zelfs met zonnepanelen bovenop je open parkeergarage kunnen worden. Dus de transformatie is goed mogelijk op een dergelijk huidig winkelcentrum. Nou, de investeringskosten die we geraamd hebben voor het realiseren van het gemeentehuis in het bestaande Arendsoft 2, die zijn ongeveer 25,7 miljoen euro. En we hadden een aankoop gedaan van 12,5 miljoen. En dat blijkt ongeveer hetzelfde bedrag te zijn als de raming die we hadden voor nieuwbouw van het stadhuis op het Slotjesveld. Daar hadden we voor het gebouw 30 miljoen ingeraamd en voor de bebouwde parkeervoorziening 8 miljoen. Dus dat komt ongeveer
Dus je zou kunnen zeggen dat we een gelijke investering hebben. Maar niets is minder waar, want voor die investering die we nu doen, krijgen we eigenlijk ook veel meer. We krijgen een extra winkelruimte in Arendshof 1. Wat ik al zei, dat was Arendshof 1 is een VVE-constructie. Dat betekent dat wij ook één deel in de VVE zijn als eigenaar nu van als gemeente Oosterhout. Waardoor je ook vanuit binnen daar veel meer invloed kan uitoefenen op alle stappen die daar nog gezet gaan moeten worden. Arendshof 2 beschikt over 560 parkeerplaatsen. Daar waar we op Slotjesveld voor 200 parkeerplaatsen ongeveer 8 miljoen uit hadden. Dus we hebben voor datzelfde bedrag veel meer parkeerplaatsen gekregen. En uiteindelijk laat je het gemeentehuis natuurlijk achter op het Slotjesveld, wat weer mogelijk is om extra woningen daar te plaatsen. En ook op het Arendsplein, die 2000 vierkante meter detailhandel die we daar uitmaken, kunnen we een extra woontoren natuurlijk plaatsen, wat ook weer inkomsten voor de gemeente oplevert. En niet te vergeten, wij zijn gewoon sinds 1 januari eigenaar van detailhandel. Dus we krijgen nu ook gewoon huur als gemeente Oosterhout van detailisten. Daar hebben we meteen natuurlijk wel een tegenstrijdig belang. Want aan de ene kant willen we inkomsten genereren voor nu. Maar aan de andere kant zijn we volop met deze partijen bezig die er nog in zitten. Om ze te relokeren naar de binnenstad. En je zal begrijpen dat de ene wat makkelijker daarin gaat dan de ander. Maar alle partijen zijn groot voorstander eigenlijk van de keuze die de gemeente heeft gemaakt om het pand aan te komen. Je ziet ook dat soort stappen, zeker van de overheid uit, gewoon enorm nodig zijn. Want zelf komen ze daar vaak niet uit. En last but not least, de enorme financiële of maatschappelijke meerwaarde die we krijgen door midden in het centrum vierkante meters eruit te halen en extra woningen te creëren, is eigenlijk nog veel meer waard dan de initiële investering die we als gemeente daar doen. En dat heeft ook daardoor een enorme maatschappelijke meerwaarde, die 9100 vierkante meter leegstand die we eruit gaan halen. De dienstverlening die we als gemeente natuurlijk midden in het stad gaan brengen, waar meteen ook weer extra aanloop creëert. Niet alleen van onze ambtenaren zelf, maar natuurlijk ook mensen die voor functies komen naar het gemeentehuis, pakken daarna meteen een stukje binnenstad aan mee. Arendshof 2 was heel erg naar binnen gekeerd. Nou, dat ga je dus nu een heel andere uitstraling gaan geven. Het gebied wordt daarmee veel doorwaardbaarder. Nou, maatschappelijk hebben we natuurlijk ook een veel bereikbaarder gemeentehuis. Het wordt veel transparanter en bereikbaar voor klanten. Letterlijk is het een hele lage drempel waardoor je gewoon veel bereikbaarder bent als gemeente midden in het centrum. Nou, dat was eigenlijk, heb hem wat versneld denk ik, want je liep wat uit Maarten volgens mij. Maar... Ja, dankjewel Edgar voor deze toelichting. En wat in de chat ook al werd gezegd, mooi en dapper dat er zo'n snelle aanpak van jullie kwam. Daarbij nog even een paar vragen. Wat waren de argumenten voor de ontwikkelaar om direct door te verkopen? Uiteindelijk is dat de ontwikkelaar die het gekocht had. Ja, yeah, ja. Yeah. Nou ja, die heeft uiteindelijk natuurlijk onderhandeld dat hij een grondpositie een aantal woningen zou mogen maken. Uiteindelijk kost ons dat niks, maar hij heeft natuurlijk het contingentrecht voor een aantal woningen van ons geclaimd. En uiteindelijk zag hij natuurlijk zelf ook wel dat er een risico zat in de aankoop. Dus hij vond deze optie ook nog wel heel interessant. Ja, en dat waren dat dan woningen die hij op een andere plek kon realiseren? Ja, nou ja, eigenlijk die woontoren. Dus hij heeft het recht gekregen om op de locatie van Arendshof 2 woningen te realiseren. Ja, ja. En wat waren de argumenten voor raad en college? Want dat is ook in een vrij korte tijd gegaan. Nou ja, en achteraf geredeneerd kan je dat goed voorstellen. Maar ik kan me voorstellen dat daar ook wel wat risico's werden gezien. Ja. Toch in zo'n korte tijd is ze gelukt. Ja, het bijzondere is dat wij natuurlijk een besluit hadden genomen al over nieuwbouw van een gemeentehuis. Iets waar we ook al heel erg lang over deden. Dat ligt politiek altijd heel ingewikkeld. Hè? Euro stoppen in iets wat niet direct naar de inwoner of naar bedrijven toe gaat. Dus het geld stoppen in je eigen huis. Er waren ook een aantal partijen uiteraard die daarop tegen waren.
En je zag toen we de optie hadden om de aankoop van Arendshof 2 te doen, maar ook de keuze om het gemeentehuis daar te realiseren, dat dat meteen een unaniem besluit was. Want je kan dan voor diezelfde middelen eigenlijk twee doelen voor elkaar krijgen. Enerzijds ja, moet je een investering doen voor dat huis wat je toch al nodig hebt. En daar moest er een investering doen. En aan de andere kant bereik je daarmee zoveel ontzettend veel meerwaarde. Door die vierkante meters in één keer uit de markt te kunnen halen. En dat zat ook misschien wel een beetje verkapt in het verhaal. Uiteindelijk levert het ons ook heel veel op. Hè. Dus als je de business case op een grotere schaal gaat zien. Dus de extra woningen die we voor die 2000 vierkante meter kunnen realiseren. Maar ook dat wat we op Slotjesveld achterlaten van het gemeentehuis levert ook weer inkomsten. Dus de financiële business case in het grotere plaatje is gewoon heel interessant. Ja. En misschien even nog als context. Hoeveel inwoners heeft Oosterhout ongeveer? We hebben bijna 57.000 inwoners op dit moment. Ja, dat volgens mij, of ik kon me niet herinneren dat je dat had gezegd. En volgens mij wel mooi als referentie inderdaad voor de andere deelnemers. Ja, boeiend. En wat in Hengelo ook werd genoemd, hè, dat er duidelijk een besluit werd genomen of duidelijk een visie ook was vanuit de gemeente, dat heeft ook een heleboel andere. Initiatief zeg maar losse getrokken. Dat vonden eigenaren, investeerders prettig om dat te hebben. En merk je dat effect ook? Ja, zeer zeker. In die zin is die ook wel dubbel. Hè, want we hebben nu pakken mee 12.000 vierkante meter. Nou, door het goede werk van binnenstadsmanagers, et cetera, is dat al aan het slinken. Omdat je toch ziet dat Oosterhout nog steeds heel aantrekkelijk is. Hè, dus er komen weer nieuwe winkels bij. En aan de andere kant halen we ook 9300 vierkante meter eruit. Dus het probleem is voor sommige eigenaren voor nu eigenlijk al een klein beetje weggenomen. Dus je merkt wel dat het gesprek daardoor aan de ene kant ook wel weer moeilijker wordt. En aan de andere kant zijn ze blij. Maar we zijn er gewoon nog niet. Hè. Wat ik net al zei, we gaan af naar richting de 15.000 naar 19.000 vierkante meter. Dus ook na deze grote stap die we nu hebben kunnen maken, moeten we gewoon vervolgstappen zetten. We zijn daar nu behoorlijk met Arendshof 1 ook mee bezig, met eigenaren, met provincie Noord-Brabant, om te zorgen dat we vooral klaar zijn op het moment dat die leegstand straks weer gaat stijgen. Zeer zeker als we uit deze coronacrisis gaan komen en het normale leven weer een beetje op gang gaat komen, dan zal je zien dat dat zich ook weer gaat herijken. Dus, en daar ben je nu gewoon een hele serieuze gesprekspartner voor. Ja, dat is mooi om te zien. Dankjewel voor nu. Zometeen komen, denk ik, nog wel eventjes bij je terug met een aantal ook wat meer overkoepelende vragen. Ik wil voorstellen om even een korte pauze te houden om de benen te kunnen strekken. Even koffie te pakken of naar het toilet te kunnen gaan. En dat we dan zometeen door kunnen gaan met de toelichting vanuit Rotterdam. En dan daarna ook nog met een aantal, op basis van een aantal vragen die denk ik ook interessant zijn om op de verschillende plekken te stellen, die aan bod te laten komen. En ook nog even met elkaar in gesprek te gaan van wat is hier nou nog voor nodig? Wat voor lessen zien we die voor andere plekken nodig zijn? Maar wat hebben we ook nog verder van elkaar nodig? Dus volgens mij de hoogste tijd om door te reizen naar Rotterdam. Dave, mag ik jou daarvoor het woord geven? Zeker Maarten, dankjewel. Ik ga even kijken of het scherm delen wil lukken. Yes. Dan ook nog het volledige scherm. Zo. Dat is ook gelukt, top. Yes. Ik ga een en ander vertellen over waar we in Rotterdam mee bezig zijn. Ik ben Dave Meijenburg, ik werk bij de afdeling economie van de gemeente. En ik ga het vooral niet al te veel over onze binnenstad hebben, maar vooral over een aantal andere gebieden. En dit kaartje kan daarbij misschien iets illustreren. Voor degenen die Rotterdam een beetje kennen, hier zien we de Ruit, het vierkantje van wegen weergegeven. Met daarin een aantal concentraties van detailhandel. Dat zijn alle gekleurde cirkeltjes. En ook een heleboel rode stipjes. Dat zijn de panden met een
detailhandel invulling die buiten onze winkelgebieden liggen. Dus de grote gele cirkel in het midden is onze binnenstad. Nou, dan hebben we een aantal grotere en kleinere winkelgebieden. En ook nog een derde van onze detailhandel, grofweg, ligt op allerlei plekken die wij überhaupt niet als winkelgebied zien. Puur om even een beeld te geven van de Rotterdamse situatie. En voor ons begon het hele transformatieverhaal eigenlijk in 2015. We zagen toen, met name in de gebieden die ik dan maar even vlees nog vis noem, dus de categorie tussen buurtwinkelcentra en onze binnenstad in, zagen we de leegstand oplopen. En vroegen we ons af waarom partijen die dat vastgoed in bezit hebben, niet overgingen tot transformatie naar andere functies. Dus we zijn eigenlijk heel concreet gewoon met een aantal van die partijen in gesprek gegaan. Van ja, je hebt nou een pand, dat staat al een tijdje leeg. Heb je al eens nagedacht over iets anders en waarom heb je dat niet gedaan? Nou ja, sommige partijen hadden daar heel goed over nagedacht. En hadden het al helemaal doorgerekend en kwamen erop uit, nou, de business case is niet goed, dus we gaan dat niet doen. Maar toch ook wel enigszins tot mijn eigen verbazing, het meest extreme geval was dat er flink wat partijen waren die überhaupt niet in beeld hadden dat je ook iets anders met dat pand kon doen dan een winkel. De functie wijzigen was voor hen echt een volledig nieuwe optie. En ik zal het maar even de middencategorie noemen, die werd vooral tegengehouden door een gebrek aan kennis over wat komt daar dan allemaal bij kijken. En drempelvrees voor alle procedures die ze onder andere bij de gemeente door zouden moeten gaan. Dat was ook het eerste jaar dat wij in Rotterdam ons transformatiecongres organiseerden. Eigenlijk juist om partijen met elkaar in verbinding te brengen. En die kennis waar duidelijk een gebrek aan was, beter voor de bühne te brengen. Het jaar erna hebben wij een zogenaamde winkelloods aangesteld. En dat is loods in de zin van de haven. We zijn natuurlijk een havenstad. Een persoon die met name verantwoordelijk werd voor het door de gemeentelijke procedures loodsen van alle partijen die iets met transformatie wilden gaan doen. En als neventaak had zij, het was een dame, om kennis te delen en te inspireren over transformatie. Dus dat was nog heel erg generiek en schothagel. Iedereen die wil, die helpen we verder. In 2017 hebben wij in Rotterdam een nieuw detailhandelsbeleid vastgesteld. We hadden al jaren een detailhandelsbeleid. Elke paar jaar werd dat weer opnieuw geschreven. En waarom ik het hier specifiek noem, is dat hier voor de eerste keer door ons de keuze voor waar wil je wel en waar wil je geen winkels expliciet in benoemd werd. Ons beleid bestaat uit 2 of eigenlijk 15 documenten, maar er zijn 2 categorieën. De nota, daarin staat heel kort door de bocht de trends en ontwikkelingen in de detailhandel beschreven en het feit dat we naar minder vierkante meters detailhandel toe moeten. En dan hebben wij 14 zogenaamde gebiedskoersen, die corresponderen met wat vroeger de 14 deelgemeenten waren en waarin heel specifiek voor ongeveer 70 winkelgebieden afgebakend staat waar zien wij nog toekomst voor detailhandel en waar niet. En met heel specifiek bedoel ik op pandniveau. Er is op een kaartje een contour getrokken met welke panden vallen wel en welke vallen niet in het winkelgebied. En die keuze is heel bewust gemaakt, met name in overleg met onze juristen van de afdeling bestemmingsplannen, om zogenaamde voorzienbaarheid te creëren. Want daaraan gekoppeld, op het moment dat wij met onze bestemmingsplannen in de weer gingen vanaf 2017, zijn we bestemmingen buiten die concentratiegebieden gaan verbreden. Eigenlijk om het sowieso partijen al gemakkelijker te maken om van functie te wijzigen. Maar ook bestemmingen, detailhandelbestemmingen gaan verwijderen bij panden die al intussen al een andere invulling hadden. Maar waar wel nog steeds die bestemming op zat.
om te voorkomen dat die weer terug zouden keren als winkelpanden. En ook in 2017 ons inmiddels tweejaarlijkse transformatiecongres. Die gebiedskoersen die zijn heel bewust voor een periode van 3 jaar vastgesteld. Dat was een beetje schipperen tussen de dynamiek van de detailhandel. Van hoe, nou ja, bij wijze van spreken elk jaar zou je een beleid bij kunnen stellen. Maar ook de afweging wanneer is die voorzienbaarheid nog juridisch hard te maken. En toen zijn we uitgekomen op een periode van 3 jaar. Het jaar daarna zijn wij met zogenaamde transformatiemanagers gestart. In 3 zones rond winkelgebieden voor een periode van 3 jaar. En ik benoem het nadrukkelijk nog een keer, zones rond winkelgebieden. Dus het ging ons niet zozeer om winkelgebieden zelf, maar om de verspreide bewinkeling daaromheen. Die transformatiemanagers waren personen die proactief individueel vastgoedeigenaren gingen benaderen. Dus ze gingen gewoon op partijen af. Jij hebt daar een pandje, het staat leeg of het komt binnenkort leeg. Heb je al eens nagedacht om daar iets anders mee te gaan doen dan weer een detailist te gaan benaderen als huurder? Nou, in de achterzak hadden zij een zogenaamde expertpool, ook tot op zekere hoogte betaald door de gemeente, met architecten, financieel deskundigen, bouwkundigen en andere partijen die eventueel nodig zouden zijn om een besluit over al dan niet transformeren te onderbouwen met tekeningen en berekeningen. We hadden op dat moment, en dat was vrij nieuw voor Rotterdam, ook een collegeopdracht om daadwerkelijk aantallen panden te gaan transformeren. In het verleden was het college met name gefocust op het weer opkalefateren van winkelgebieden, laat ik het maar zo zeggen. En nu hadden we een college wat zei, ja, eigenlijk willen we dan in die 3 pilotgebieden ook wel 30 panden per gebied transformeren. Dus in totaal 90 panden gewoon fysiek getransformeerd hebben. Nou, die pilot liep dus 3 jaar. Ik kom zo nog wel even terug op waar we dan nu staan. Het jaar daarna zijn we ook gestart in 2 winkelgebieden met een zogenaamde combinatieaanpak, heb ik het maar even genoemd. En die combinatie bestond uit enerzijds het inzetten van die transformatiemanager, die ik net al noemde, maar nu dus juist in een winkelgebied in plaats van voor de verspreide bewinkeling. Maar we hebben dat heel nadrukkelijk gekoppeld aan de aanpak van ondermijning in die gebieden. In heel veel winkelgebieden die niet zo lekker meer functioneren, zien we in ieder geval in Rotterdam, dat niet alleen de leegstand toeneemt, maar ook de minder bona fide partijen hun weg weten te vinden om daar in die pandjes van alles te gaan doen, wat we eigenlijk liever niet zien. En die aanpak vanuit van ondermijning, dat wordt door een heel ander onderdeel van de gemeente gedaan. En in 2019 hebben we voor het eerst gezegd, nou ja, laten we die 2 inzetten nou eens aan elkaar koppelen in hetzelfde gebied. Waarbij kort door de bocht het ene deel van de gemeente de boeven eruit gaat jagen. En het andere deel vervolgens met de eigenaar in gesprek gaat over hoe gaan we nu zorgen dat dat pandje niet opnieuw slecht ingevuld wordt. En is transformatie daarvan dan niet een betere optie dan weer een detailist gaan werven die misschien niet helemaal alles op de juiste manier gaat doen. Die 2 gebieden waren de Schiedamse weg en de Boulevard Zuid. De Boulevard Zuid heeft zelfs nog een veel uitgebreidere aanpak. Er staat ook bij de Alliantie hand in hand. De Boulevard Zuid werd door het hele college gezegd, ja, daar is de problematiek zo groot, daar moeten we een veel grootschaliger programma opzetten. Dus daar is gezegd, we gaan de zogenaamde Alliantie hand in hand optuigen. En voor een periode van 10 jaar stellen wij 10 miljoen beschikbaar. Om die winkelstraat, voor degenen die hem niet kennen, orde grootte, 250 panden, kleine 200 verschillende eigenaren. Om daar serieus aan de slag te gaan en het tij te keren. Uiteindelijk ging dat zelfs zover dat tegen de
de gemeentelijke lijn in, die door de gemeenteraad is vastgesteld om zoveel mogelijk gemeentelijk vastgoed af te stoten. Ook weer pandjes te gaan aankopen op de Boulevard Zuid. Wel met de intentie om die op termijn ook weer te verkopen. Maar het werd door de vorige sprekers ook al gezegd, als je echt in de hand wil hebben welke kant het op gaat, dan moet je in sommige gevallen zelf vastgoed verwerven en daar iets mee gaan doen. Dat is in Rotterdam in ieder geval tot nu toe exclusief voorbehouden aan de Boulevard Zuid. Dat doen wij niet in andere winkelgebieden. Daarnaast is dat jaar gestart in twee winkelgebieden met wat ik even de kadasteraanpak heb genoemd. Voor degene die daar niet bekend mee zijn. Het is een aanpak door het kadaster ontwikkeld, ik meen in Bodegraven, om met vastgoedeigenaren in gesprek te gaan over de toekomst van het winkelgebied aan de hand van een, bij gebrek aan weten woord, spel. Waarbij je met blokjes op een kaart de functies over de kaart gaat verdelen om eigenlijk het gesprek te voeren over waar willen we nou met z'n allen naartoe. En we hebben daar bewust voor gekozen, omdat wij merkten dat op het moment dat we als gemeente dat soort gesprekken initiëren, het animo bij de vastgoedeigenaren om aan tafel te komen vrij beperkt is. Dus we hebben op deze manier een meer neutrale partij ertussen gezet om het gesprek te faciliteren. Dat hebben we gedaan op zowel de Schiedamseweg, waar dus ook de combinatieaanpak plaatsvond, als in het centrum van Hillegersberg. En het was extreem succesvol. De aanpak in Hillegersberg waren, ik meen, 40 van de 60 vastgoedeigenaren aanwezig met in totaal, ik geloof, 80% van de panden in bezit. En die zijn het op die avond ook behoorlijk met elkaar eens geworden over welke kant het op moet. En die werden het zo met elkaar eens dat zij eigenlijk al driftig gingen transformeren, terwijl we daar als gemeente helemaal niet voor gesteld stonden. Ik gaf al even aan, in 2017 hadden wij ons beleid vastgesteld. Daarin stond nog, het centrum van Hillegersberg is een winkelgebied met die contour op de kaart waar ik het eerder over had. En nu kwam uit deze eigenarenavond naar voren dat een deel van dat winkelgebied eigenlijk beter getransformeerd kon worden, onder andere naar wonen. En ik overdrijf niet, enkele weken na die bijeenkomst van het kadaster kwamen de eerste vergunningaanvragen voor transformaties binnen. Die ik vervolgens tot mijn grote spijt moest afwijzen. Omdat het volgens bestemmingsplan niet kon. En in ons eigen beleid ook nog stond dat het een winkelgebied was. Dus ik had daar een en ander te repareren. Wat uiteindelijk allemaal gelukt is. Maar de markt ging dus eigenlijk iets sneller dan ik zelf voorzien had. Uiteindelijk heb ik dat opgelost met een collegebesluit. Waarbij ik de bestemming van dat gebied heb laten aanpassen. En toen konden we allemaal weer verder. Maar het ging allemaal in ieder geval een stuk enthousiaster van start dan ik vooraf had voorzien. In 2019 zijn we eigenlijk vooral de samenwerking gaan intensiveren. En we zijn in Rotterdam zelf gestart met de zogenaamde Taskforce Retail Rotterdam. Dat is een samenwerkingsverband tussen gemeenten, retailers en vastgoedeigenaren. En nou ja, de Gouden Driehoek is eerder vandaag al genoemd. Voor degenen die de Rotterdamse situatie niet zo goed kennen, er is maar zeer beperkt sprake geweest al heel lang van structurele samenwerking in Rotterdam tussen deze partijen. Op gebiedsniveau zijn ik denk dat maximaal 40% van die winkelgebieden überhaupt iets van een samenwerkingsvorm heeft. Maar al helemaal op stadsniveau, waar dit over ging. Dus dit was echt, het idee was, we gaan het over de hele stad Rotterdam hebben. Dus al die 70 winkelgebieden en waar moet dat nou naartoe? Dat was tot dat moment ongekend. Dus we moesten vanaf nul een samenwerking gaan opbouwen. Met in ieder geval op dat moment nog als insteek de Rotterdamse retail versterken. Ik kom er zo nog wel even op in een van de volgende slides waar dat uiteindelijk toe geleid heeft. Maar
De intro van Marijke gaf al aan dat de koers op meer fronten gewijzigd is van de focus op retail naar een bredere blik. In 2019 hebben we ook weer ons tweejaarlijkse transformatiecongres gehad. En vorig jaar, en daar komt-ie, zijn we gestart met de kennistafel Transformatie van de Retailagenda. Dat is een samenwerking van gemeenten. En het hoofddoel is vooral om goede voorbeelden te verzamelen. Dus ik heb net al een paar dingetjes genoemd waar wij in Rotterdam mee bezig zijn geweest. En er komen er zo nog een paar. Maar we zijn vooral ook heel erg geïnteresseerd in waar zijn anderen nou mee bezig. Wat kunnen we daarvan leren? En hoe kunnen we dat breed onder de bühne brengen, op de bühne brengen, zodat iedereen die daar interesse in heeft, daar zijn voordeel mee kan doen. Want de problematiek is groot en speelt breed. Dus laten we kijken hoe we dat met z'n allen zo efficiënt mogelijk kunnen doen. Eerder dit jaar leverde de Taskforce Retail een zogenaamd gedeeld toekomstbeeld op. Het is bewust geen visie of wat voor beleidsstuk dan ook geworden, want het is namelijk geen document van de gemeente Rotterdam. Het is een document waar de gemeente Rotterdam aan meegedacht heeft, maar wat vooral het product is van het samenwerkingsverband. En de eindconclusie was, winkelgebieden blijven en worden alleen maar aantrekkelijke kernen met meer diverse functies. Dus de transformatie is nodig. We kunnen het niet alleen maar weer allemaal invullen met retail. Nou, vertel jullie daar allemaal waarschijnlijk helemaal niks nieuws mee. Maar dat dit onderkend werd door onze samenwerkingspartners, die toch allemaal uit de retailbranche kwamen, of het nou retailers zelf waren of retail vastgoedbezitters, was voor ons wel een enorme stap. Omdat we nu stadsbreed de neuzen enigszins dezelfde richting op hebben. Van we moeten toch echt wel terug in die vierkante meters en nadenken over alternatieve functies. Op dit moment wordt als vervolg daarop de zogenaamde aanpak vitale kernen vormgegeven. Dus als we dan toe willen naar minder monofunctionele winkelgebieden, maar meer diverse kernen, ja, hoe gaan we daar komen? We hebben daarvoor een zogenaamd bestuurlijk overleg tussen onze wethouder economie en vertegenwoordigers van met name brancheorganisaties en belangenclubs en collectieven die op stedelijk niveau over dat vraagstuk nadenken. Maar daarnaast zijn we op gebiedsniveau, en dan bedoel ik op winkelgebiedsniveau, die samenwerking nu aan het vormgeven. Waarbij we die zogenaamde gouden driehoek of gouden cirkel, geef het een naam, per winkelgebied aan het optuigen zijn. Zoals ik al zei, die historie hebben we niet zo in Rotterdam, maar hebben we nu wel nodig om daar te komen. En dat gaat met vallen en opstaan. Het vertrouwen onderling moet nog versterkt worden. Maar we zijn wel met elkaar in gesprek. En we denken dat het de goede kant op gaat. Daarnaast hebben we dit jaar de transformatie in die zones rond de winkelgebieden, die voor een periode van 3 jaar was, geëvalueerd. Hij moet nog naar het college terug, dus ik zal nog niet helemaal in detail gaan. Maar de hoofdlijn is wel dat het een heel succesvolle aanpak is geweest. Met waardestijging van zowel de panden als de investeringen en extra investeringen in het gebied tot gevolg. Het zogenoemde vliegwieleffect. Wij hebben die transformatiemanager ingezet om een en ander aan te zwengelen. Maar uiteindelijk zijn er veel meer panden getransformeerd dan alleen de panden waar de transformatiemanagers op af zijn gegaan. En wij hebben die expertpool betaald, maar dat was orde grootte €2.500 per pand. Dat is natuurlijk een minimaal bedrag ten opzichte van de investeringen van die partijen zelf in het transformeren van panden. Ook de partijen zelf hebben aangegeven dat zij zonder die transformatiemanager en die expertpool de stap waarschijnlijk niet gezegd hadden. Dus we zijn nu druk aan het schrijven aan een voorstel voor een nieuwe aanpak. Waarbij we dit veel breder en veel uitgebreider in Rotterdam willen gaan inzetten. Want we hebben nog een heleboel transformaties te gaan. Daarnaast zijn we ons beleid dit jaar aan het actualiseren. Ik gaf al aan, die gebiedskoersen die hadden we voor een periode van 3 jaar vastgesteld.
Dan zijn we iets vertraagd door corona. We hadden eigenlijk gehoopt ze een vorig kalenderjaar al vast te stellen. Maar dat gaat nu in ieder geval nog dit kalenderjaar gebeuren. En daar worden weer een aantal belangrijke stappen gezet. Met name dat we naar minder winkelgebieden gaan. Waar we de vorige keer nog 70 hadden. Hebben we er straks op onze kaartjes nog maar 40 over. En ook in de winkelgebieden maken we onderscheid naar verschillende zones. Hadden we voorheen één contour op een kaart, dit is het winkelgebied. Nu maken we binnen winkelgebieden zelfs onderscheid naar het concentratiegebied. Dat is dan het deel waar eventueel ook nog winkels zelfs bijgebouwd of vierkante meters bijgebouwd zouden kunnen worden. Consolidatiegebied, waar we zeker wel detailhandel willen houden, maar niet meer willen toevoegen. En transformatiegebied, dus waar willen we naar minder detailhandel toe? Nou, dit moet allemaal nog vastgesteld worden en dat wordt weer een spannende. Maar we denken dat we nu weer een stapje verder kunnen dan de vorige keer. Dan staat er ook nog een transformatiecongres gepland. Dat stond op 9 december, maar gezien de huidige maatregelen is dat vooruitgeschoven naar volgend jaar. En dan zullen wij weer uitgebreid kennis gaan delen met onze partners en hopelijk ook fysiek. Zoals elke twee jaar een aantal excursies gaan doen naar gebieden om die kennis te delen. Dan wil ik er nog even twee specifiek onder de aandacht brengen. De linker is vooral een intern succesje, maar daarmee niet minder relevant. Ik gaf al aan dat panden aankopen en überhaupt in bezit houden binnen de gemeente Rotterdam al jaren not done is. Nu hebben wij toch de handen op elkaar gekregen voor een fonds vitale kerngebieden. En dat illustreert dat schemaatje daarboven als een soort van last resort. Panden te kunnen aankopen als dat echt nodig is om een beweging in elkaar voor elkaar te krijgen. Dus er staan allerlei dingen in die blokjes waar ik nu even niet op in zal gaan. Wat we allemaal eerst gaan doen om te proberen de winkelgebieden weer op orde te krijgen. En als we dan echt helemaal vastlopen, hebben we nu een go om met een investeringskrediet bedrijfspanden aan te kopen, te transformeren en weer te verkopen. En aan de rechterkant staat een meer extern succesje. Ik had het al even over de alliantie hand in hand aanpak op de Beierlandse Laan. We hebben, ik meen twee weken geleden, de vastgoedprijs voor transformatie gewonnen voor die aanpak. En de jury prees onder andere de aanpak in relatie tot de complexiteit van de opgave en de samenwerking tussen de partijen. Nu gaf ik al aan dat is ook wel in ieder geval in Rotterdam een uitzonderingsaanpak. Dus ik wil zeker niet daarmee de prijs tekort doen. Maar dat is niet iets wat wij in elk winkelgebied kunnen gaan doen. Want daar hebben we simpelweg de middelen niet voor. Dus we zijn ook heel erg zoekende hoe kunnen we met de middelen die we wel hebben en waar dit niet haalbaar is, toch de stappen zetten die nodig zijn. Dan nog even terug naar de kennistafel transformatie. We hebben daar eigenlijk dit jaar min of meer een herstart meegemaakt. Vorig jaar in verband met corona liep dat toch allemaal een beetje spaak. En we hebben nu met frisse moed weer wat extra partijen geworven. Aan de linkerzijde zien jullie een rijtje partijen waarmee wij om tafel zitten om ervaringen met het transformeren van winkelpanden uit te wisselen. Die zal ik niet allemaal noemen, jullie kunnen ze zelf lezen. Aan de rechterkant, dat vind ik eigenlijk belangrijker, hebben we onderkend dat er rondom transformatie eigenlijk 5 thema's zijn die spelen, waarop wij best practices aan het zoeken zijn. En die zal ik wel even benoemen. De eerste gaat over het ambitie bepalen met een winkelgebied intern binnen de gemeente. Dat zal wellicht binnen kleinere gemeenten iets minder een uitdaging zijn dan binnen de gemeente Rotterdam. Maar ik heb meer dan 10.000 collega's. En op het moment dat wij zeggen vanuit de economie, het zou iets anders moeten worden dan detailhandel, dan komt altijd de vraag op tafel, maar wat dan wel? En dan heb ik een flink aantal andere afdelingen nodig om te bespreken wat we daar dan wel zouden willen hebben en het daarover eens te worden.
De tweede gaat over de ambities met je winkelgebied bepalen met de gouden driehoek. Dus multi-stakeholder. Als we het dan als gemeente weten wat onze belangen zijn, dan moeten we het ook nog eens worden met de vastgoedeigenaren en de winkeliers. En heel veel van onze winkelgebieden zijn vergelijkbaar met de Beierlandse Laan. Dus zijn de 100 panden 80 eigenaren. Dus dat is best nog een uitdaging om daar met elkaar uit te komen waar je naartoe wil. Nou, als we dan weten waar we heen willen, hoe organiseer je dat dan? Is een belangrijke. En de laatste twee gaan eigenlijk over middelen en instrumenten om de gewenste ontwikkelingen dan te versnellen of te stimuleren en de ongewenste te voorkomen. Nou, rondom deze vijf thema's zijn we nu best practices aan het verzamelen om die uiteindelijk breed te delen met iedereen die daarin geïnteresseerd is. Dan ben ik volgens mij door mijn verhaal heen. Ik zie helder ook dat je een aantal thema's hebt te onderscheiden waar jullie mee aan de slag gaan. Waar we denk ik zo meteen ook nog eventjes met elkaar over in gesprek kunnen gaan. Zou je misschien je presentatie even kunnen stoppen met delen? Dan zien we elkaar weer eventjes iets. Zo. Yes. Als allereerste denk ik, je noemde een aantal gemeenten aan tafel, een stuk of 10, 12 of iets dergelijks. Ja. Zijn jullie daarbij ook nog op zoek naar meer gemeenten of meer gebieden? In principe staan we daar altijd voor open. Nu merk ik wel al dat het nu al best een uitdaging is om met deze club van gedachten te wisselen. Dus we zijn niet heel actief aan het werven. Dat is denk ik het antwoord op dit moment. Maar iedereen kan zich altijd aanmelden. Nee, want ik zag inderdaad al de vraag voorbij komen. En ik kan me zo voorstellen dat hier een aantal gemeenten aanwezig is. Waarvan ik die denken, dit vind ik wel interessant om hierop aan te sluiten. Daarbij wil ik nog wel even benadrukken dat het idee dus wel is om ervaringen uit te wisselen tussen partijen die hier zelf actief mee bezig zijn. Ja. Dus we verwachten ook dat degenen die aan tafel zitten zelf met casussen en best practices komen. Ja, dus duidelijk. Ja, dat is denk ik een heldere oproep. Dat het echt over het uitwisselen gaat. Nog even een aantal vragen die net in de chat werden gesteld. Je had het over het wijzigen van het bestemmingsplan. Dat in een vrij korte tijd na die bijeenkomst van het met het kadaster. Dat er aanvragen waren gekomen voor transformatie wat niet paste in het bestemmingsplan. Klopt. Waarbij dat vrij snel door het college kon worden geregeld. Hoe heb je dat wat preciezer gedaan? Ja, ik heb niet het bestemmingsplan aangepast als dat de vraag is. Maar wat tegen mij werkte is dat het volgens bestemmingsplan niet kon. En dan kun je altijd afwijken van het bestemmingsplan. Als dat volgens je eigen beleid wenselijk is. Maar volgens ons eigen beleid was het niet wenselijk om daarvan af te wijken. Dus wat ik eigenlijk het college vooral heb laten besluiten is een wijziging van ons beleid. Specifiek voor dit gebied. Dus de zogenaamde gebiedskoersen, waar ik het eerder over had, waar die contouren op staan, die waren nog geldig. En ik heb die specifiek voor dit gebied voortijdig door het college anders laten maken. Eigenlijk al vooruitlopend op de actualisatie die op dit moment plaatsvindt. Ja, dus het ging over het. Op het moment dat er een initiatief kwam, had je dat eigenlijk moeten afwijzen. Een principeverzoek, of hoe noem je dat precies? Ja, sterker nog, het is afgewezen. Want zoals de collega's van andere gemeenten ongetwijfeld weten, zit daar een termijn aan dat je zo'n aanvraag moet behandelen. En ik had voor die tijd dit collegebesluit nog niet rond. En wat waren vervolgens de reacties van de omwonenden toen daar aan de slag werd gegaan met die transformatie? Want er was duidelijk een initiatief vanuit die avond waar de eigenaren bij je aanwezig waren. Ja, overigens, even ter toelichting.
Dat toekomstplaatje is ook gedeeld met de winkeliers die daar verenigd zijn in een zogenaamde bedrijven-investeringszone. En die konden zich hier helemaal in vinden. Dus wat dat betreft staat de eigenaren en winkeliers op één lijn. En vanuit de omwonenden is over het algemeen er zeer positief op gereageerd. Met een paar uitzonderingen daar gelaten. En dat ging dan met name over gevallen. Even voor degene die het centrum van Hilligersberg niet heel goed kennen. Dit zijn een heleboel kleine pandjes waarbij vaak op de begane grond een winkel zit en daarboven gewoond wordt. En in een aantal gevallen is de transformatie financieel rondgerekend door dan nog weer op te toppen met een extra laag wonen. Dat kon door de omwonenden niet altijd even goed gewaardeerd worden, omdat zij dan dus een hoger pand in de buurt kregen. Maar het feit dat getransformeerd werd, dat viel over het algemeen in goede aarde. Ja, helder. En die avond zelf, daarvan gaf je aan, nou de precieze aantallen weet ik niet meer, maar dat volgens mij iets van 80% van de eigenaren vertegenwoordigd waren, of 80% van het vastgoed vertegenwoordigd waren. Weet je wat de reden was voor die eigenaar om naar die avond te komen? Nou ja, kijk, als ik heel eerlijk ben, hadden we op dat moment het tij mee dat het daar echt niet goed ging. Dus er was een hoog percentage leegstand en zij hadden ook wel door dat er iets moest gebeuren. Want er is vrij recent, toen het even tussen de coronamaatregelen door even toegestaan was, nog een vervolgbijeenkomst geweest. En daar was de opkomst wel wat lager, omdat door alle ontwikkelingen die al in gang zijn gezet, het ook weer beter gaat met het gebied. En dan merk je toch dat het animo van partijen om met elkaar in gesprek te gaan weer een beetje wegzakt als de urgentie minder hoog is. Dat is ook een van de worstelingen waar ik nu mee zit. Van hoe gaan we nu verder in dit gebied in de samenwerking en hoe houden we iedereen aan tafel? Ook als er straks door allerlei maatregelen het weer wat meer de goede kant op gaat. Wil je eigenlijk voorkomen, althans dat zou ik graag willen, dat het weer heel slecht moet gaan voordat we met elkaar in gesprek gaan. Ik wil liefst met elkaar in gesprek blijven. En om die partijen aan tafel te houden, dat merk ik nu al dat dat al een klein beetje een uitdaging wordt. Maar daar zijn we wel heel actief mee bezig om het gesprek gaande te houden. Ja, ja. Ja, dus het aan tafel, dat klinkt inderdaad logisch. En die transformatiemanagers die je noemde, functioneren die nog steeds? Nou, op dit moment dus niet, want de pilot was voor 3 jaar. Dus zij zijn voor de evaluatie begon gestopt. En toen hebben we gezegd, we doen eerst de evaluatie voordat we weer iets gaan doen. En op dit moment ligt er een voorstel bij ons huidige college hoe wij verder willen. Daar moet nog een besluit over genomen worden. Dus op dit moment zijn ze niet actief, maar ze zijn wel 3 jaar actief geweest. En wat ons betreft gaan ze weer actief worden, maar we zitten even in de tussenfase. Dankjewel. Het actief worden en het samenwerken in de Gouden Driehoek, die is al een aantal keer, Gouden Cirkel zelfs, is al een aantal keren voorbij gekomen. René, ik ben wel eventjes benieuwd. Wat was voor jullie de reden om echt actief te worden? Je gaf al aan van, de gemeente Hengelo die kwam langs, maar het bungelde ook ergens onderaan aan jullie prioriteitenlijstjes. En ik denk ook wel dat dit een zoektocht is voor gemeenten die aan de slag willen gaan met een specifiek gebied om iedereen actief te krijgen. Ja, even als ik je goed begrijp, wat was voor vier dus de aanleiding om met dit thema aan de slag te gaan? Nee, dat ligt dus eigenlijk besloten in mijn pleidooi eerst voor de Retail Agenda 2015. Zo was ik nog werkzaam bij een van de grootste institutionele beleggers. En de notie van, goh, je kan wel willen dat het zo gebeurt, maar dat gaat alleen maar gebeuren als je het samen doet, die is toen eigenlijk ontstaan. Dat eerst aan de bestuurstafel zeg maar, van de retailagenda geprobeerd. Maar uiteindelijk zie je ook dat het lokaal moet gebeuren. Dus met de start van ons bedrijf en de link die wij hadden met Hengelo, en inmiddels doen we dat in veel meer steden, dus ook gewoon praktisch aan de slag gaan. En het mooie van Hengelo is,
Nou, naderhand is dat allemaal netjes op papier gekomen ook. Hè, in de review traject van de retailagenda waar we het mogen leiden. Van stop nou met plannen maken en visierapporten schrijven. Maar ga gewoon aan de slag. Nou, Joop was daar dus al mee bezig. Dit was de voorloper. Maar ook omdat hij al zo'n hele stapel rapporten had. Dus hij had ook niet zo zin in nog weer een rapport. En dat is denk ik een hele goede keuze geweest. En wat ik zei over die lijstjes. Dat is denk ik zowel voor landelijke retailers als voor veel beleggers. Is dat wel waar je als gemeente mee te maken hebt. Voor jou is het belangrijkste ongeveer wat je hebt te doen. Als gemeente om jouw binnenstad weer op orde te krijgen. En voor veel partijen waar je dat mee moet doen, is het een van de vele dingen waar ze ook wat mee moeten doen. En dat maakt wel dat het ingewikkeld is. En wat Dave ook zegt, ja, ze willen dan misschien wel een keer aan tafel komen. Maar hun horizon om tot actie te komen is vrij kort. En als het langer duurt, en dat is helaas zo, moet je daar wel iets op organiseren. Dat is wel wat ik heb geleerd. Je kan beweging organiseren, maar het zorgen dat het bestendig wordt, dat je op langere termijn met elkaar aan de slag blijft. Ja, dat vergt ook gewoon organisatie, vergt gewoon poppetjes. En dat is het stukje wat in de chat ook hier en daar naar voren komt over budget. Dat is nog wel een weerbarstig ding. Want ja, geen wettelijke taak en een programma kan je nog wel even, even subsidie voor krijgen of budget van het college, maar structureel budget. Dat zie je vaak georganiseerd worden via de BIS. Ja, en dan is er eigenlijk veel te weinig budget. Dus voor mij is de constatering dat ook structureel gemeenschapsgeld die binnenstad in moet. En dat is wel de uitdaging voor veel gemeentes. Met een beetje positiviteit gaat het volgend jaar allemaal gebeuren in al die coalitieonderhandelingen. Als wij daarop voor gaan zorgen. Kijk, dat is mooi. Marijke, wil je daarop reageren? Ja, graag. Want ik had in de chat zelf was ik ook even ingegaan op die transformatiemanager. Omdat, en dat spreekt René eigenlijk ook uit, onze ervaring is dat zo'n intermediaire rol die het proces aan de gang houdt, hoge kwaliteit vraagt. En dan superbelangrijk is om partijen bij elkaar te houden. Uiteindelijk gaat het niet om de vergadering. Het gaat om al die follow-up en die acties die er daarna nodig zijn. Dus het is, denk ik, uit dit gesprek ook heel mooi te halen. En dat stelde ik jou als vraag, Maarten. Van, ja, hoe kan je daar met die wetenschap omgaan? Ook vanuit Platform 31. En bedoel ik niet dat het de vraag zou moeten zijn aan gemeenten om daar allemaal ambtenaren van te maken. Maar wel, denk ik, vanuit de publieke zaakredenering zou ik me voor kunnen stellen dat we een pleidooi doen toch bij die gemeente neerleggen. Om daar budget voor beschikbaar te stellen. En vervolgens te kijken, op verschillende gemeenten kan het ook anders uitpakken, wie dat dan zou kunnen doen. Maar de functie op zich duiden en beschrijven en hem ook aanbevelen, dat is wel een belangrijk iets. En ik sluit dan ook even af met een opmerking die Monique Esberg maakte vanuit Nijmegen. Zij zei van ja, ik krijg extra de vraag voor extra geld. Maar mijn organisatie heeft natuurlijk ook heel veel formatie. En misschien moeten we ook gewoon middelen vrijmaken om uiteindelijk ook mensen echt die rol te gunnen. En te zorgen dat we ook anders werken dan we standaard ambtelijk ook doen. En dat is natuurlijk ook iets waar je vertrouwen mee kan opbouwen. Het is niet zo dat ambtenaren besmet zijn en niet kunnen samenwerken. Er zijn natuurlijk ook heel veel voorbeelden. Kijk ook naar het verhaal van de gemeente Oosterhout, waar die bemiddelende rol ook gewoon door een gemeenteambtenaar wordt vervuld, omdat hij zich bewust is van de houding om samen te werken. Dus ik denk dat het heel erg gaat om de cultuur en de houding en de professionaliteit. Maar dat die betaald moet worden, dat is wel volstrekt duidelijk. En dat er nu te weinig nog structureel die functie wordt gezien, dat is denk ik eigenlijk ook nog wel een feit. Ja, dat is denk ik ook wel dat is ook wel de achterliggende reden waarom ik vroeg aan Dave Hood met die transformatiemanagers zit. Want het valt me op dat in veel plekken waar sprake is van transformaties, dat dit soort intermediaire functies, ja, en wie dat dan ook precies doet, of dat een buiten de organisatie staande persoon is, of iemand die dat inderdaad vanuit bijvoorbeeld een gemeente doet, dat is denk ik wel echt heel erg van belang. Het is denk ik ook een punt dat we mee moeten nemen naar onze stuurgroep. En wat ook weer aansluit op de discussie die we hebben over hoe krijg je nou die impulsaanpak voorzien van een goed voortraject. Want kijk, er liggen niet zomaar honderden projecten op de plank. Dus heel belangrijk is om ook de tijd te doordenken van hoeveel tijd kost het om snel in actie te komen. Kijk, als je plannen voor een stadhuis hebt klaar liggen, dan kan je natuurlijk hem heel goed inschieten. Dat is overigens wel knap dat dat gelukt is. Maar sommige gemeenten
gemeenten zullen dat voortraject toch nog moeten doen. En ja, besluitvorming vereist toch ook papier, vereist grondige voorbereiding. En dan is het toch wel belangrijk ook dat de komende 4 jaar die aanpak van die impulsgebieden ook als het ware een aanjager zou kunnen zijn om dat soort processen te versnellen en ook die know-how met elkaar goed te organiseren. Ja, ja zeker. Dat denk ik ook. Edgar, vanuit Oosterhout, hè? De schwung er zeg maar inhouden, dat was ook een opmerking die Dave noemde. Hè. Zorg ervoor dat iedereen ook in de toekomst nog daar actief blijft. Hoe zie jij dat voor je in Oosterhout? Want ja, dat is ook, nou ja, het is nu iets meer dan een jaar geleden dat jullie de besluiten hebben genomen. Hoe zie je dat nu een jaar later gaan? Ja, zeker met zo'n arend of tweeën, daar heb je gewoon zelf regie genomen en heb je heel die opgave zelf aangepakt. Daar kan je veel makkelijker in doorschakelen. Dat soort lastige aanpakken waar heel veel vastgoedeigenaren, althans voor ons 25 is dan misschien al heel veel. Ja, dat zijn processen die veel langzamer ook gaan. En dat bevestig ik ook al wat er hiervoor werd gezet hoor. Daar kijken ze heel graag naar een onafhankelijke gemeente om een soort voortouw te gaan nemen, want zelf komen ze daar gewoon niet uit. Je merkt ook dat binnen dat soort constructies, VVE-constructies, er scheef wordt gekeken welk eigen belang elke eigenaar dan weer heeft. Hè. Dus er wordt bijna gewoon een rol van de gemeente gevraagd om die optie op je te gaan trekken. Maar aan de andere kant zitten dat soort eigenaren, dat werd volgens mij ook al gezegd, heel erg nog kortere termijn misschien wel dan politiek te denken. Die kijken echt maar naar het nu en naar, maar we hebben midden in corona natuurlijk Arendshof 2 gekocht. Sommige winkels of retailers wilden eigenlijk nog niet eens praten over de toekomst. Die waren alleen maar bezig met of ze huurkorting konden krijgen. Dus de termijn waar dat soort winkels en vastgoedeigenaren kijken zijn veel korter nog dan dat wij als gemeente doen om te zorgen dat we op de lange termijn blijven kijken. En dat is dus ook ja, veel energie en stoppen nu te zorgen dat we dus niet nu waar het blijkt of lijkt dat het al iets beter gaat in de economie, althans in de detailhandel. Ja, dat over een aantal jaar toch echt wel weer gaat afnemen. Ja, dus ja. In gesprek blijven. Ja. En hoe was bij jullie de samenwerking met omliggende gemeenten? Was er ook sprake van concurrentie? Nee, dat niet. Wij hebben Breda denk ik altijd als onze grote concurrent gezien. En op het moment dat je loslaat dat dat een concurrent is, maar dat het ook een versteviging kan zijn van je positie. In de jaren, 10 jaar geleden was dat misschien een probleem. En nu is het gewoon ook een hele groot voordeel dat we dicht bij een grote stad zitten. Dus door daar anders naar te kijken. En heel veel middelgrote kernen die vroeger in Oosterhout kwamen winkelen als centrumfunctie. Ja, dat is niet meer. Dus dat moet je gewoon accepteren. En eigenlijk weer je nieuwe centrum gaan opbouwen. Alleen dan niet van onderop af naar boven, maar andersom. Hè. Ja, helder. En wat was de rol van de provincie bij jullie? Je noemde hem in een bijzin even. Ja, volgens mij kwam de vraag over de provincie bij alle drie de opgaves terug. Ja, ik ga zo ook even naar de andere gebieden. Nee, bij de aankoop van Arendshof 2 was die eigenlijk nul. Maar ja, dat kan ook bijna niet anders als je binnen 2 maanden een pand of in het gesprek komt en uiteindelijk koopt. Met de provincie Noord-Brabant zijn we nu vooral wel bezig om ons te helpen, of in ieder geval de stad te helpen, om de aanpak op Arendshof 1 straks te maken. En dat is een gewoon veel ingewikkeldere, dus daar hebben we extra know-how nodig vanuit de provincie, maar ook financiële middelen hopelijk in de toekomst, om ook daar nog een keer strategische aankopen mogelijk te kunnen doen. Dan wel keuzes te maken die goed zijn voor de stad. Dat zag ik in Hengelo ook. Er zijn een aantal keuzes gemaakt om gebouwen op te kopen en openbare ruimte te maken. Ja, dat is een financieel altijd hele lastige opgave natuurlijk. Ja, helder. Joop, hoe is de samenwerking met de provincie bij jullie? De provincie Overijssel die heeft al sinds jaren een programma... waarin ze stadsarrangementen afsluiten, dus een stadsbeweging binnen Overijssel. En eigenlijk vanaf het begin zijn we met hen in gesprek. En in het begin hadden we zelf nog helemaal geen middelen daarvoor vrijgemaakt. En konden toch met de provincie samen wel wat kleine dingen doen. Waarmee je ook in ieder geval een samenwerkingspartner zou kunnen laten zien. Nee, we zetten de eerste stapjes. En dat was allemaal best wel...
kleine dingetjes, ze noemden dat een gereedschapkist. En dat wij wel zeiden van ja, als wij willen doorstappen, wij gaan ook groot investeren. Zou het ook wel heel fijn zijn als de provincie daarin mee gaat doen. Nou, dat zien we nu gebeuren. Dus toevallig hebben we net afgelopen week kenbaar gemaakt dat we 3 miljoen subsidie krijgen van de provincie Overijssel. En een deel daarvan die was al aangekondigd dat we die zouden kunnen gebruiken voor de aankoop van het winkelcentrum. En dat helpt dan ook weer enorm in het meekrijgen van de raad. Op het moment dat je als gemeente zegt van ja, het is ontzettend belangrijk voor onze stad en voor eigenlijk herstellen van weeffouten die in het verleden gemaakt zijn of inspelen op veranderingen die zich de afgelopen jaren voor hebben gedaan waar je echt een stap wat mee moet. En je staat er niet alleen voor, dan wordt het voor de raad ook veel makkelijker om middelen vanuit de gemeente vrij te maken. Dus wij trekken vrij intensief op dit moment daarin op met de provincie. Het is niet alleen de provincie. En wat we vooral ook moeten doen. Daar in het verleden hadden wij als Hengelo wel een beetje de neiging om dan naar de provincie te kijken en het handje op te houden. Daar houden provincies niet van terecht. Dus als je niet zelf echt acteert, dan word je ook niet geholpen. Dus vanaf het moment dat wij zelf duidelijke keuzes maken en zelf investeren, merk je ook dat het voor andere partijen, en niet alleen de provincie, maar gewoon voor andere partijen in brede zin, ook aantrekkelijker wordt om met jou mee te doen. En ja, wat leuk, het verhaal wat Oos houdt, zegt over hoe wij naar Enschede keken, was eigenlijk precies hetzelfde. We begonnen in de situatie, oh, we moeten met Enschede concurreren, Enschede en die moeten naar Hengelo. Nou, totaal de verkeerde beweging. Accepteer hoe de economie werkt, hoe partijen kiezen. En richt je daar dan op en probeer van je eigen kracht uit te gaan. Wij kijken nu naar Enschede als gewoon een hele prettige partij om mee samen te werken. En te accepteren dat je allebei verschillende binnensteden met verschillende functies. Daar kom je heel erg verder mee. Ja, dankjewel. Ja, keuzes maken en investeren, dat is denk ik wel twee punten die een aantal keren naar voren waren gekomen. Dave, hoe werkt bij jullie de samenwerking met de provincie? Die is er zeker. Concreet heeft de provincie een subsidie gegeven voor de inzet van het kadaster in Hillegersberg. Dus dat hebben we allebei, meen ik, voor de helft betaald. Maar op groter niveau, groter abstractieniveau vooral, merk ik dat we toch een wat moeizamere relatie met de provincie hebben. De provincie Zuid-Holland is met name gefocust op het terugdringen van het aantal vierkante meters detailhandel. En nu zit ik hier een mooi verhaal over transformatie te vertellen. Maar heb ik ook collega's die proberen nog wat detailhandelontwikkelingen voor elkaar te krijgen in andere delen van de stad. En daar zeer moeizame gesprekken met de provincie over hebben. En nu proberen we eigenlijk deze twee dossiers een beetje aan elkaar te knopen. Zo van, nou ja, als we dan daar ontwikkelen, maar we weten ook een en ander te transformeren, is er dan wel wat mogelijk. Maar dat is nog een uitdaging. Er is al een heleboel gezegd over de samenwerking om transformatie te realiseren. Daar zit aan vast dat we als gemeente eigenlijk ook lastig kunnen garanderen hoeveel transformaties er waar gaan plaatsvinden. Want we zijn heel erg afhankelijk van de partijen die daar die positie hebben. Op uitvoerend niveau aan transformatie verloopt de samenwerking in praktische zin heel prima. Maar in het grotere detailhandelplaatje gaat het gesprek nog wat moeizaam. Maarten? Ja, René. Tjer Paffen zit ook in de call. Die is van de provincie. Dus misschien voelt hij wel behoefte om hier iets over te zeggen. Ja, Tjer. Ja, dat heb ik zeker. Ja. Nou, het klopt wat Dave zegt. Dat we een wat moeizame relatie hebben met Rotterdam. Ik was ook blij om te horen dat Dave in zijn presentatie wel duidelijk aangaf van welke winkelgebieden zich het laatste stukje waar geconsolideerd wordt en waar uitgebreid wordt en waar behouden wordt. Dat die verhalen die hebben tot nu toe weinig gehoord vanuit de gemeente Rotterdam. Dus dat betreft is prima. En ik reageerde ook meteen door te zeggen van joh, laten we daar ook eens samen over hebben.
In het verleden, de ervaringen die we hadden met Rotterdam, was dat er heel veel toegevoegd werd en wordt. En maar weinig gesproken werd over het wegnemen van meters. Dus daar lag ook meteen onze kritiek, om het zo maar te zeggen, en ook onze problemen. Van joh, leuk dat jullie toevoegen, maar laat ook zien waar je de meters weghaalt, want jullie hebben te veel meters. Dus daar gaat eigenlijk ook de discussie over. Maar voor de nieuwe ontwikkelingen, die staan we in principe niet in de weg, maar laat ook duidelijk zien waar je die meters weghaalt. Dus. Dat die samenwerking lijkt de goede kant dan op te gaan in elk geval. Ja goed, we naderen 12 uur, dus het wordt denk ik tijd om richting een einde te gaan. Ik denk dat wat Dave op het einde van zijn presentatie aangaf, de 5 verschillende thema's die er zijn, dat belangrijker zijn die ook in de verschillende presentaties en die ook al vanuit de verschillende vragen naar voren kwamen. Dus dat gaat over de ambities met winkelgebieden of met de kern bepalen intern, maar ook extern in de Gouden Driehoek. Daarnaast de organisatievormen van die winkelgebieden en de kern. Hoe hou je de samenwerking en hoe doe je ook de aansturing? De middelen en de instrumenten. En dan gaat het om die gewenste transformatie te stimuleren. En dan gaat het denk ik aan de ene kant over de harde instrumenten waar we het over hebben gehad. Hè. Bestemmingsplannen, investeren, dat soort zaken. Maar ook zeker over de wat zachtere instrumenten. Het maken van visie, de transformatiemanagers of dergelijke functies erin. En de middelen en de instrumenten om ongewenste transformaties te voorkomen. Nou, ik denk dat ook goede thema's zijn om te kijken of we daar in de toekomst ook nog weer verdere kennis op kunnen uitwisselen. En wat mij betreft, als iemand daar goede voorbeelden van heeft, laat het ons ook vooral weten. Want ik denk dat we hier in de komende tijd nog, ik weet wel zeker dat we hier in de komende tijd nog meer aandacht aan zullen besteden. Het is een grote opgave die speelt, maar waar op verschillende plekken in het land al veel goede voorbeelden voor zijn. Ja, en ik hoop ook vooral dat op het moment dat we weer iets meer kunnen ergens in het voorjaar, hoop ik toch wel dat we ook met elkaar op pad kunnen gaan om ook te kijken hoe het eruit ziet, wat ook de aanpakken zijn, wat ook de verschillen zijn in de verschillende gebieden die waar nu de stappen in gemaakt worden. Dus van harte bedankt voor uw aanwezigheid allemaal, de verschillende vragen die gesteld zijn. Ik heb er een beetje doorheen gekeken en ik geloof dat de meeste vragen in elk geval min of meer aan bod zijn gekomen. We zullen nog naar kijken of we daar, mocht dat niet zo zijn, nog op een andere manier invulling aan kunnen geven. Speciaal dank natuurlijk aan René, Joop, Edgar en Dave voor de toelichtingen die jullie hebben gegeven. En ik denk dat ik wel namens de Retail Agenda en ook Kern kan spreken dat het verhelderende inleidingen waren. En goed om te horen waar jullie allemaal mee bezig zijn. Dan wil ik u voor nu van harte bedanken en graag tot de volgende keer.